issues I got, second guessing every shot. I won't lie, no, I won't lie. I'm free, but now I'm lost. Freedom comes at a cost. I won't lie, I won't lie. Not this side. It's better if I let you go. You'll be better off. Nothing we haven't tried. I'll sing you one last goodbye, and I won't think twice. So, ready or not, I'll go. I'm setting you free for sure right now. Don't ask me how. Hallo allemaal, goedenavond. Yeah, ben ik te horen? Ja, oké. Okay. Toetje zit voor mijn voeten. Hey, Toetje. Ze kijkt me aan. Hi, we hebben een nieuwe moderator, genaamd Tony. Zeg allemaal hallo tegen Tony. Yeah. En ja, we gaan weer Among Us spelen. What? En ik ga het streamen. What? Yeah. Vorig jaar hebben we heel veel Among Us gespeeld. Met een heleboel mensen die vandaag ook meespelen. En ja, nu hebben we een reunie. Na een jaar lang geen Among Us meer gespeeld te hebben. Dus ik ben benieuwd of ik het nog kan. En ik heb zin om te killen. Let's go. Murder. Ja, Among Us, yay! Samen met Maris en met Rick en Dionne. Bibik heeft gecanceld, die kon alsnog niet. Helaas. Maar Hugo zit er nog wel bij. En nog een hele lijst meer mensen. Hartstikke gezellig. Ik heb er zin in. Ik ben wel een beetje nerveus. Ik ga waarschijnlijk echt zoveel domme fouten maken. Maar ja, ik heb ook zin om te moorden. Ja. En ik ben nerveus omdat ik dit nooit eerder heb gestreamd. En nu zitten er ook allemaal andere mensen erbij. Dus ja, we zien wel hoe het gaat. Hoeveel fouten ik ga maken. Ah! Het voelt echt raar om weer Among Us open te hebben staan. Oh, Hugo's Among Us gaat niet lekker. Oh jee, nu al problemen. Ga je beeld straks op pauze zetten? Uh-oh, wacht. Ik heb een speciale mute-knopje hier. Zodat ik mezelf kan muten en unmuten op Discord. Iedereen zit op dit moment zijn intro te doen. Zie ik in Discord. Dus ik moet langer gaan praten, denk ik. Rob heeft ook problemen. Oh, jee. Ja, over een half uur zijn we begonnen. Dit is altijd... Ja. Ik weet niet waar ik over moet praten. Hoe was je dag vandaag? Ik heb moeten opruimen, zodat Jesse kan editen. En de video
voor zaterdag was weer eens een heleboel werk. Het is een naaivideo, dus dan weet je automatisch al van, oh, ik heb het weer eens onderschat, al het werk. Maar ik heb wel iets heel cools gemaakt. Het was wel een rommeltje, uiteindelijk. Misschien moet Jesse dan toch maar meedoen. Hij vertikt het. Hij wil echt niet. He refuses. Oh, beterschap Louise. Hoe gaat het met Toetje? Waar is Toetje? Ze zat hier net nog. Hier. Oh. Ze is naar buiten, denk ik. Jessie's in de chat. Yeah! Woe! Woe! Yeah. Wat is je favoriete soep? Mijn favoriete soep. Ik denk groentesoep. Heel... De meest normale soep ooit, maar ik hou gewoon heel erg van groentesoep. Met ballen. Wel. Ja. En vermicelli. Nom 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 nom. Komt er morgen nieuw een video? Jazeker. Ja, 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 ja. Ik heb 2 dagen gedaan over deze video. Tot hoe laat ga je waarschijnlijk door? Ik denk tot 10:30 of zo. Meestal zijn we rond 10:30, 10:30 wel uitgespeeld. Dan lukt het niet meer. Wat is je favoriete film? Spider-Man Into the Spider-Verse. Die animatie is zo mooi, zo goed. Het zit zo goed in elkaar. Ik heb altijd tranen in mijn ogen, gewoon puur van hoe mooi die film is. Hoe mooi het gemaakt is. En er komt een nieuwe Spider-Man Into the Spider-Verse in 2022, als het goed is. Ik ben echt excited. En dat is echt eerder dan verwacht, vind ik dan. Want er zit echt heel veel werk in. Dat is echt laat. Maar hey, het is vrijdag. Het mag. Het kan. Oh, mensen zijn klaar met een intro. Ik ga undeffen een, ja, hoe heet dat? Ik ga ze aanzetten. Hallo, ik ben er! Dus, wat gaat er allemaal fout? Alles. Yeah. Ja. Ja, laten we makkelijk beginnen. Er is zoveel toegevoegd aan de game. Oh, Jesse komt iets fixen. What? Zijn ze niet te horen? Code. Skeld? Ja. Hoezo? Ik heb een nieuwe code gedeeld. Dat is gewoon standaard, toch? Ja, dat is gewoon het begin. die we altijd deden. Oké, ja. Voor Jeroen ook wel fijn. Hallo! Volgens mij... Hallo! Ja, het maakt mij helemaal niet uit. Huh? Laten we het gewoon een beetje bezig houden vanavond. Oh, ja. Oké. Nou, het is toch wat. Maar kijk nou toch, we zijn er gewoon. Oh, hey, hadden jullie je poppetjes gewoon nog hetzelfde aangekleed of niet? Dat kan niet. Nee, automatisch. Ik heb hem wel bewust zo aangekleed. Is er alweer een nieuwe code? Mensen in de chat zijn er niet blij mee. Ja, ik heb een nieuwe code in de Discord gezet. Ik heb even snel oranje genomen. Oké, iemand zegt waar ons kindje zijn. Ja, Emily is hier. Emily is dat beertje. Kijk, en Mila de baas. Ja, daar kan er maar één wezen. Mila de baas. Die staat er ook echt als een baas gekleed bij. Die Jeroen kijkt zo boos. Jeroen? Waar is Jeroen? Ja, ja. Oh, ja. Angry Jeroen. Yes. Ik ben een heel schattig beertje. Wie is Jeroen? Soms kan ik ook mensen doodmaken, hoor. Waar staat de code? Een beertje kan ook mensen doodmaken. In de Among Us, in het kanaal.
Among Us kanaal. Ja, maar code dat... Among Us. In de Discord. Oh, oké. Okay. Oh mijn god. Oh. Ik ben blind. Oh, ik had hem gemute staan. Dat verklaart het wel. Oké. Okay. Noord-Amerika? Ja, nee, Europa volgens mij. Oh, Europa? Ja, Europa. Oh. Ja, Europa. Oké, nou, Europa werkt. Ik heb er wel zin in hoor, jongens. Zeker. Ja, weet je dat er trouwens echt superveel rollen zijn toegevoegd? Ik heb ze allemaal uitstaan hoor. Maar mocht je Among Us nou te saai en te simpel vinden. Je hebt tegenwoordig 4 soorten rollen die je kan toevoegen. En ze zijn niet heel ingewikkeld, maar best wel leuk. Het voegt wel echt wat toe, zeg maar. Je kan nu ook scientist zijn, of guardian angel, engineer of shapeshifter. Je staat. Ik heb het niet aan staat harder dan jou. Ik weet niet voor je rug. Wat om de mad scientist te zijn. We beginnen gewoon met 2 imposters en een shitload of crewmates. Dus voor de rest nog niks raars. Ik heb een hartje op mijn hoofd. In real life of hier? Alleen in het spel, helaas. Oh, dat was echt sad. Hoe kom je aan een hartje? Oh. Dit zit erbij. Dat is nieuw. De vleermuis vleugeltjes zijn eruit gehaald. Oké. Ze hebben ook nieuwe kleuren. Vijand? Oh, Mila, jij ziet er echt cool uit. Ik ben jouw vijand. Als ik Hoe zit Mila eruit? Hoezo? Ik ben de duivel. Aha. Oh, ja, Mila de baas. Hey, het is weer alleen hoe heet. Kijk uit voor Mila. Gewoon donkerrood. Schattig allemaal. Dark. Ja, leuk hè? Want je kan nu ook met 15 mensen spelen, dus je hebt nu ook heel veel nieuwe kleurtjes erbij zitten. Zoals blijkbaar dus lichtroze. You are a fake Rob, peeps. Kijk, wat voor leuk ben ik fake Rob, jongens. Oh, hey, waar is Rob eigenlijk? Is Rob nog bezig met de stream openen? Ik denk het. Altijd wachten op Rob, hè. Oh, kijk nou, een eenhoorn. Altijd wachten, jongens. Oh, Jeroen ziet er super leuk uit. Ik ben nu een boot of een boze wezens of een boze wetenschapper / magier. Ja. De beste combi. Ik zie het echt helemaal. Ik wil eigenlijk... Dionne, jij ziet er ook echt leuk uit, eenhoorn, echt waar. Fancy. Nou, dit is weer net als vroeger. Gewoon 3 kwartier hier rondjes lopen in de lobby. En dan worden we er weer uitgegooid. Yep. En dan de volgende poging. Derde. We kunnen met 11? Ja, we kunnen met 15. 15. Betaal, hè? Ah, 15, ook echt 20. Oh. Was dat niet 20? Gitta. Ja. I mean... Ik heb die vleermuisoren wel. Oh. Ik heb alle Halloween dingen er nog in zitten. Ik ben jaloers. Ik heb ook zo'n kattenmutsje en een poppoentje en een mes. Hoe kom je daaraan? Weet niet, dat heb ik helemaal. Heb jij stiekem mijn creditcard zitten gebruiken? Ja. Of zo? Nee! Ik stem op Mila. Nee. All the Ronnie, all the... A million faces. Is dat nu live? Yep. Wat is live? Dus nou mijn geluidles. Nou. Hey, op wie wachten we nog? Op Hugo en op Rob? Oh, ik zal mijn microfoon wat lager zetten. Ik ga even checken wat Rob aan het doen is in de tussentijd. Is dit beter? Robby! Ja, op Twitch. Is perfect, Adinda, denk ik. Ik hoor je. Oké. Heel goed wel. Hey, ik zie Rob nog niet online. Ging hij het ook streamen of niet? Ja, maar Rob was denk ik bezig met zijn stream, want die kwam net even en die zei, oh, neem mijn geluid. Ik heb Snapchat, maar ik doe er helemaal niks meer mee. Dus of hij streamt op YouTube, ik ga even checken, maar ik weet het niet. Nou, volgens mij is Maris live. Ik ga de livestream van Adinda kijken. Maar niet weggaan op de livestream. Kijken of daar wel wat gebeurt. Of gebeurt niks. Nee, er gebeurt ook niks. Moet er iets gebeuren? Moet er iets gebeuren in mijn livestream? Ja, meer dan ieder. Ik ga wel onder stream kijken, want dit is zo saai dit. Mijn stream is helemaal vastgelopen. Ik weet ook niet wat ik eraan kan doen. Oh. Oh, echt? Meen je dat? Ja. Bij iedereen. Ga jij ook streamen? Opnieuw starten. Oh, deze lobby gaat weer te worden. Oh. Daar gaan we weer. Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, ik zei in mijn intro al, over een half uur zijn we aan het spelen. Ik weet ook niet. Kijken, maar... Lekker bij Dionne. Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, ik loop bij iedereen vast. De sneeuwman. Ik zit even te kijken. Kijk hoor, ik zit dus dat even op Dionne de stream te checken. Ja, bij mij loopt hij inderdaad ook vast. Ja? Ja.
Nu is alles heel zacht. Oké, wacht. Ja, afsluiten en een nieuwe aanmaken. Dit is maximaal. Is dit nou te hard of te zacht? Moet het is dit goed? Ja, inderdaad. Nee, het is gewoon echt gestopt. Oh no! Test, test, test. Test, test, test. Kan je toch wel dezelfde aanklikken, ja toch? Beter? Nee. Ja, je kan het proberen. Ja, je kan het proberen. Oké, ik ga het hierop houden. Ah, nee, ik moet weer een nieuwe aanmaken. Ja, dat is straks, hè? Dat is straks. Maar ze vinden je wel, dan komen ze gewoon weer daar erbij. Ik zal het hier even oproepen, jongens. Wat is de code van jullie spel? Ja, dat ga ik niet vertellen, hè? Tant. Nou, we hebben allemaal... voel ik me iets minder een kneusje. Dat het bij mij altijd allemaal verkeerd gaat. Het ligt gewoon aan YouTube, dat is het. Blijkbaar. Dat zal het zijn. Maar heb je ook problemen met YouTube? Nee, gaat geen prima. Ik had alleen, misschien moet je gewoon je hele geluid zachter zetten, Aukje. Problemen met mij. Bij Adinda gaat gewoon goed. Oh, maar Adinda is gewoon weg. Wat? Ik denk, jongens, ik ga mijn stream wat anders doen. Ik ga een verhaal vertellen. Oh, ik zit tegen mijn stream te praten. Ja, zei ik. Ik geef je groot gelijk. Nou, ik ga mijn stream nog wel eventjes. We gaan eventjes lekker een vragen rondje doen. Laat maar weten als het allemaal lukt. Oh! Kitta! Ja? Kitta! Ja? Kijk. Oh my god. Waar ben je? Wilde het niet lukken? Ik sta in midden. En daar is Rob, mensen. Ja! Hey, Rob. Mijn god, het was een avontuur, maar yes! What happened? Ik moest mezelf in. Nu heb ik zo kop. Ik had IT-man nodig, maar hij kwam er niet. Dus ja. Nee, IT-man was aan het streamen. Dus ik heb het zelf op moeten lossen. Dus, maar het is gelukt. I did it. Ik heb het soort Ik ben opgelost. Zo trots op Woo! Ah, man, ik ben zo blij. Applaus voor Rob. Oké, Rob, vanaf nu ben jij professional streamer. Professional streamer. Ja, echt sowieso. Yes. Of ben je nog niet live? Want in dat geval. Ik ben live. Fiep! Oh, Fiep left the game. Waarom lief je ons nu? Nee, ik denk sowieso dat wij zo meteen allemaal gaan lieven, want het duurt echt 8 minuten. Ja, maar ik denk dat viel gewoon uit vanzelf eigenlijk. Oké, ik ga nu super snel code halen. Ik ga die code halen. Oh, want hebben we dan weer even een refresh, zodat hij weer wat langer dan blijft? Oké, ik zal niet. De code is bijna ABBA. Okay. You are the dancing. Ja, ze is terug. You are the monetized. Copyright. Oh, ja, maar die heeft issues met haar. Oh. Ik zou dat mag jullie natuurlijk niet zien, dus. Nee, je moet er wel een balkje voor zetten, hè, Adinda? Ja, ik heb een gezicht ervoor. Oh, nice. Hartstikke. Ik heb hierover nagedacht. Voor je gezicht doen. Ja, van een balkje. Oh. Moet je anoniem blijven natuurlijk. Een balkje voor je hele hoofd, anders. Jeroen die denkt echt, waar ben ik vanavond mee aan het Nou zeg. Ik ben aan het luisteren. Je bent aan het luisteren. Aan het in me opnemen. Oh my god. Ja. Waarom ben ik geel? Hij zit nu even te luisteren hoe we klinken als we niet liegen. Zodat we precies wat moet doen. Doe je goed. Oh nee, moet ik een andere kleur zijn? Oh god. No. Ja, nee, ja, Dionne is vastgelopen, dus die... Dus ik mag roze zijn? Als zij... Anders neem je koraal, die lijkt roze. Ik heb ook naar te kijken, maar wie... Fiep is... is lichtroze. Koraal. Ik zat te twijfelen tussen oranje voor mijn string of banana. Die vind ik ook leuk. Banana. 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 Ja, banana. Heb je tegenwoordig een bananenstring? Ik vind het ook wel zo, maar nee. Wat is tan? Waar heeft dit persoon getant? Op de founders belt? Wat is dit voor tan? Hey. Racist. Wat de hoezo? Dat is een hele rare kleur dit. Ik bedoel, ik word niet zo grijzig bruin. Nee, maar ik wel. Oh ja. Ja, dit is typisch mijn huidskleur, Ten. Wat maak je mijn huidskleur nou belachelijk? Ik zie er gewoon meer uit als coral. Oh ja, ja. Ik ben meestal een beetje rood. Ah, dat staat je wel, die coral. I wanna speak with the moonature. Hé, maar banana is wel een mooi kleurtje. Banana. Maar het wordt sowieso wel even een dingetje. Oh sowieso van, ja, lichtroze is dus. En donkerrood of gewoon... We kennen elkaars namen, toch? Ja, dat is waar. Nee, ik heb geen idee wie jullie zijn. Wie Oh, ja hoor, daar gaan we. Het is gewoon zoals van huis. Every time. Gewoon echt Microfoon toch lager? Oké, wacht. Dat vind ik echt een leuk Zo, idee. Nog een beetje lager. Ik denk dat ik maar de stream van Rob ga bekijken. Dat vind ik echt wel een leuk idee. Waar vind ik jouw stream eigenlijk? Je kan mijn link vinden via Instagram of via mijn Discord server. Jeetje. Je maakt het ons niet makkelijk, hoor. Hey,
If you want, als je professionele entertainment wilt, dan moet je er wat voor doen. Oké, moment. Let's go, zegt hij ook. De opname van deze livestream is niet beschikbaar. Wat is de nieuwe code, mama? Oh nee. Moet ik maar even weer nieuw aanmaken? Hoe is dat met Dionne? Ik ga mijn microfoon hierop houden. Denk ik. Dat is perfect. Oh, nu heb ik hem alsnog. Ja, ik zie hem, Rob. Het is gelukt. Druk van alles aan de hangen. Ja, dat denk ik. Alles gaat mis. Blijf van de mic af. Nou ja, ik krijg hem gewoon live. Ik ben live op mijn OBS. Oké, nu staat hij nu goed. Live op YouTube. Dan blijf ik er nu vanaf. En als je een nieuwe stream aanmaakt, even een nieuwe. Dat heb ik net gedaan. Maar dat doet hij dus. Wat een chaos, ja. Het zou geen reunie zijn zonder de chaos. Eerlijk. Ik sta al gewoon op live. Ja, maar als je en ik ben niet eens de chaos. Ik stream dit voor de eerste keer. Het gaat niet bij mij mis. Heb je in je, je go live dingetjes, heb je daar die knop? Straks een pestje in de mic en dan moet Jesse weer komen. Nee, die heb ik al gedaan. Staat nu te luid? Oké, zet je geluid zachter, want ik ga hem niet meer aanraken. En hij geeft aan de linkerkant geeft hij ook daar komt Jesse. Van waiting for input. Jullie hebben zelf ook een volumeknop. Waar? In de tussentijd even een nieuwe. Dat zeg ik toch net. Even kijken hoor. In dit is goed. In het YouTube gedeelte, zeg maar. Ik raak hem niet meer aan. Ik ga geen schuifjes meer doen. Gepland. Oh, we hebben een nieuwe code. Let's go. Even kijken. Als je naar je studio gaat, je YouTube studio. Ja. En je gaat dan naar hoe kom je dat in dat gedeelte, dat live gedeelte? Is dat gewoon bij maken? Als je naar maken gaat bovenin en je doet live gaan. Ja. Even kijken. En dan heb je... Ik heb het al gedaan. Dat staat gepland, maar... Ja. Maar even kijken. Heb je streamsoftware al gekoppeld? Ik zie wel het voorbeeld, maar mensen zien mij volgens mij. En als je rechtsbovenin kijkt, naast je avatar, heb je daar dan een knop Go Live? Of staat daar End Stream? Oh, hier, gewoon live gaan, ook in het hapscherm. Ah. Oké. Het duurt al bijna een half uur, ja. Oké. Dat is precies wat ik had voorspeld. Ja, ik zie je, hoor. Yes, gelukkig. Ik zit op 22 minuten op dit moment. Ik hoop dat hij niet weer helemaal vast is. Hebben ze nou een potje gedaan? Nee. Dat zou helemaal top zijn. We moeten nog steeds beginnen. Zullen we gaan beginnen als iedereen erin is? Oh, ik zal even erin komen, want lijkt was... mij een top idee. Ja, voordat het weer verloopt. Ja, oh, je moet ook even die code intypen. Sorry hoor, het is allemaal zo'n gedoe geweest. Ik kom eraan. Hallo. Papa met de dikke string. Papa met de dikke string? Yep, that's me. Really? Oh, je hebt helaas een masker op, anders had ik je een kusje gegeven. Nee, dat kan niet. Dat kan niet, hè. Dat is niet, niet coronaproof. Geef me maar een box. Nou, hoezo kan ik niet lezen? Kijk, iedereen is er, hoor. Kijk, Attika is mijn vijand, kijk maar. Ja, wil het allemaal lukken? Ik hoorde dat in mijn chat dat Dionne weer live is. Nee, jongens, ik weet dat het lang duurt. Dat weet ik. Ik zit ook te wachten. Kan je het aan, Rob? Nee, ja, het is maar het is wel een spel wat je met meerdere mensen moet spelen. Dus. Is ook al. We zullen toch echt moeten wachten. Zijn audio wil niet helemaal fixen. Ik kan Hugo wel even nabootsen door gewoon zo hard in mijn microfoon te hijgen of zo. Ja. Hey, Hugo, wat? Dat is echt het enige wat ik kan. Ik kan me alleen herinneren, luister niet naar mijn hand, omdat hij er wat tegen is. Luister niet naar mijn jongens, we hebben zulke leuke quotes altijd, oh nee. Ja, maar echt, dat was altijd gezellig. Dus ik vind het ook eigenlijk wel weer heel erg gezellig. Dat stond dat nou ook weer, iets met Discord, hè? Discord overleven. Discord overleven. Heel goed, kijk, onze kinderen worden goed opgevoed. Heel van degene het ook nog weet ook. Ja, en daar staat inderdaad ook nog steeds voor iedereen, check discordoverlee.nl. Daar staat Overlee online. Dat is echt, als je de oude streams hebt gekeken, dan weet je waar het over gaat. Als je de nieuwe streams nu voor het eerste keer kijkt, dan denk je me. Oh jongens, ik heb het zeg maar, we lopen zelfs smooth. Zelfs de kleren hebben nu, zeg maar, animation. Kijk dan. Ja, het ziet er wel echt. Ja, het is... Dat het spaceship echt veel harder beweegt dan vroeger. Nog harder. Hij bibbert er ook helemaal van. Oh my god, Phoebe. Ten eerste, wat is er met je naam gebeurd? Ten tweede, you look a bit pale, girl. Ouch.
Ik ben al een jaar binnen, joh. Dat arme kind. Goed bij. Ja, ik weet het ook niet. Hè. Ja, kijk, iemand wou geel zijn, dus ik gaf mij geel af. En nu ben ik lichtrood. Niemand is geel. Oh. Ja, inderdaad. Maar iemand wou geel zijn. Mila wou geel zijn. Dat is maar Mila die wil alles zijn, joh. Ja, dus Mila maakt niet uit. Neem maar lekker geel, Fieps. Jij bent geel met een ei. Neem maar lekker geel. Nee, wat we gaan beginnen? Je mag gewoon zijn. Je bent goed zoals je bent, hoor, Fieb. Laat niemand je wat anders vertellen. Ja, beter Fieb. Jij bent fantastisch. Dankjewel. Maar ik ga je wel Fieb noemen en niet Phoebe. Ja, ik weet niet wat er is gebeurd. Wacht, mag ik dat nog snel veranderen? Ja, toch? Ja, ja. Hallo. Ja, we gaan maar. Je bent wel langzaam, Fieb. Snel beginnen. Oh, nee. Ik geef alvast een hele kleine tip, nu Phoebe er toch niet is. Gewoon altijd Fieb framen. Nee. Oh, shit, kans. Daar wordt ze bloedleeg van, hè? Je wel, hè? Nee, niet weggaan. Ik voel me echt niet. Nee, jongens. We missen... Oh, nee. Okay. Oh ja, ja. En, wacht, Hugo is nog niet, hè? Oké, Jeroen. Kijk, Jeroen, je weet altijd dat Hugo de imposter is als de lampen uitgaan en hij kilt in electrical. Als je daar een dood lichaam in de lampen waren net uit, is het sowieso Hugo. Dan weet je. Ik trap hier deze leugens niet. Ik trap hier niet in. Nee, ik lig niet! Heel goed. Nu al niet vertrouwen, die creatures. Dionne streamt op Twitch. Nee, trouwens. Is zij niet juist verhuisd naar YouTube? Jeroen. Oké, laat maar. Ik weet niet waar ze streamt. Jeroen. Babe. Waar zat je ook in? Wat? Altijd zo. Ja, dan kunnen we even horen hoe die klinkt als die de waarheid spreekt. Ik zit boven, dat zo klinkt die als hij de waarheid spreekt, oké? Okay? Nee, we hebben er niet. Volgens mij kunnen we beginnen, toch? Kunnen we beginnen? Zullen we beginnen? Gaan we beginnen? Hugo komt er later wel bij, denk ik. Jonne, gaat het bij jou oké? Yes. Ja. Alles is al helemaal stabiel. Ja, we gaan beginnen! Oké, wow, we gaan beginnen! Yeah! Vergeet niet te muten. Oké, mute. Okay, leuk. Mute. Daar ben ik altijd zo goed in. Ja! Oh my god. Waar komt dat extra geluidje vandaan? Ik ben er weer, we zijn er weer! Oké, ik ga als eerste... Nee, ik ga niet als eerste naar de reactor. Nee, Mila staat er gewoon. Dion ook. Jeroen. Ik blijf hier. Heb ik hier iets te doen? Echt niet. Jeroen, Fieb, Rob. Ging hier niet Dionne net naartoe? Ben ik gek? Ik moet naar admin. Groepje! Yeah! Groepje. Trouwens, het is absoluut verboden om te spoileren in de chat. We moeten het spel wel leuk houden, natuurlijk. Oh, mijn hart. Mijn hart gaat zo snel dat ik ben niet eens een imposter. In één keer! Oh! I did it. Zag je dat, Fieb? Zag je dat? Er zijn twee mensen in electrical. Ik vertrouw dat niet. Jongens, ik vertrouw dat niet. Oké, genoeg mensen hier. I can still do it. I still got it. Welke moet... Oké. Vertrouw niemand. Helemaal niemand. Hi-hoo-ha. Al die pijltjes. Oh, ik word er nerveus van. Hier is vast wel iemand vermoord. Die ik hier nu tegenkom. Hallo, iemand dood? Nog niemand dood?
Ik tril, waarom ben ik in mijn eentje? Ik zag iemand venten. Ik zag iemand... Zagen jullie dat? In Med Bay. Nee. Nee, ik ga niet op de knop drukken. Nee. Dat is epic. Die nieuwe animatie, alles. Al die geluiden. Ik tril. Oké. Okay. Ik was zo bang om Fiep is dood. Fiep! Ik was nog zo bang om daar naar binnen te lopen. Ik dacht, ik hoop dat ik niet gekild word. Maar er lag gewoon een lijk. Waar? Waar? Iemand die weet in Electrical. Electrical. Heeft iemand gezien? Ja, maar Hugo is er nog niet, dus het is niet nee. Hugo. We hebben niemand op de zussen. Trouwens, je wel, Kreetjik. Zus. Effe, hey, de map. Die is nu gewoon te zien in het spel zelf. Ik zit de hele tijd te googlen voor een map. Dat was maar je zat altijd al in het spel. Ja. Of is dit het plaatje veranderd? Maar, kijk, we gaan nu natuurlijk wel even bedenken wie het is geweest. Belangrijkste vraag is, zeg maar technisch gezien is het nu gewoon een normaal potje, toch? Want we waren met z'n elf, of niet? Ja. Maar er zijn wel heel weinig. Wie is er nog niet klaar met zijn taken? Want ja, ik moet nog een heleboel afmaken. Ik ben heel erg scheiterig. Ik zei ook al, volgens mij zijn we ook nog een beetje roestig, want we durven allemaal nog niet echt iets te doen, denk ik. Als nog helemaal niks van. Ik was even bang dat Jeroen imposter was en dat hij niet wist wat hij moest doen. Dat zou ik echt leuk vinden. Maar er is één iemand die iemand vermoord heeft. Ja, dat zien we. Ja. Maar in ieder geval, ik ben daar even niet geweest, dus ik weet niet wie dat zou kunnen zijn. Ik ook niet. Ja, ik had best wel een taak. Zullen we maar gewoon taken afmaken dan? Ja. Daar ben ik het mee eens. Dat zou een imposter zeggen. Maar oké. Ja, ik wil heel graag imposter zijn, please. Maar dat ben ik nu niet. Ja. Ik was het niet, oprecht. Nice. Ik was vergeten waarom ik dit spel ook niet meer speelde. Ik kan niemand vertrouwen en niemand vertrouwt mij. Don't like it. Dit is prima, wij zijn toch... We gaan gewoon verder. Ik heb precies die enge ook. Allemaal aan de linkerkant. Hier gaat ze me vermoorden. Don't kill me. Ik ben oké. Oh, het is deze. 1, 2, 3, 4, 5. Ik tril. 6, 7. Oké. I got it. Nog één. Waar is dit? Helemaal aan de rechterkant. Ah! Oh. Nee, Emily! Ik ook, want wij waren met z'n vijven bij elkaar. De meeste mensen zagen waar die body lag, hè? Waar lag hij? Ja. Waar? Waar lag hij? Ja, maar wie heeft het gedaan dan? Want ik heb het op cams gezien, live. Het was gewoon live op tv. Nice. Stil. Gewoon midden op een scherm, Attica, gewoon flash. Gewoon echt Attica! Midden Attica! Echt gewoon, no questions. Jai. Lebedebedem. Als ik kijk, wat heb je te zeggen voor jezelf? Het is niet, want ze is verdacht stil. Ja. En ik weet dat Rob op de cam zat. Ik heb hem gezien daar. Dus. Ja, dat zag ik ook. Ik zat er bovenop, alsof ik naar de cam moest. Had ik even niks meer te zeggen. Dat betekent dat ze schuldig is. Trouwens, Rob volledig. Bye. Waar was de body eigenlijk? Geen idee. Ja, vlakbij die pew-pew. Jongens, ik heb mijn taak al allemaal gedaan. En ik ben dood. Hey, waarom praten ze allemaal? Hey, Fiep. Als je dood bent, mag je helemaal niet praten. Sst. Oh, sorry. Noob. Wie is er vermoord in security?
Is dit insecurity? Jeroen Dag. Ja, dit was insecurity. Ik zag iemand venten. Ja, degene die mijn boyfriend ook heeft gekild. Denk jij zelf. Oké. Ik doe mijn nadenkhoed op. Oké. Waar was de body? In security. Dus waar je die camera's checkt. Ik zag vanaf de tafel waar iedereen, waar je iedereen kan zien. Hoe heet dat? Ik weet niet meer. Ja. Maar dat ding dus. Ja. Zag ik dus iemand venten van Met B naar security naar electrical. Met B naar security naar electrical. En Rob stond op cams. Nee, ik was rondjes aan het lopen. Ik denk, dit kan ik natuurlijk niet nog... Ik neem aan dat Jeroen op cams zat. En toen ging ik daarna naar cams. En daar lag die. Ik liep, zeg maar, vlak voor electrical. Zeg maar, vlakbij, net bij Rick vandaan, zeg maar. Maar ik ging dus lopen naar security toe. Omdat ik dacht, oh, volgens mij is er iemand vermoord. En toen kwam ik onder die tegen. Ik zeg niet dat ze het is, maar, you know... Beetje zus. Zou het niet kunnen dat jij het gewoon bent geweest? Want het is wel een heel mooi verhaal natuurlijk, dat je bent gevend vanuit security. Ik weet... Ja, tuurlijk gaat Dionne daarin mee. Ik weet dat... Ik heb niemand anders gezien behalve jou. Ik ging ook richting security... Dionne, je zag me lopen richting security. Ja, ik weet het oprecht niet, want ik zoek de hele tijd een kaart... Ik weet bij god niet waar ik ben. Ik vind het allemaal veel te... Het is te lang geleden. Weet je, dat klinkt als excuses. Tussen alle verhalen die ik heb Ik weet op wie ik sta. Ik denk dat, zeg maar, Kitta, die is veel te overtuigd hiervan. Dus ik denk dat zij gelijk heeft. Maar als zij geen gelijk heeft, dan is zij het. Oké, maar ik weet het ook weer niet zeker. Ja, en ik vind Mila ook alweer heel erg stil. Mila is heel stil. Of ze is in slaap gevallen, dat kan ook. Ik weet het niet. Mila, wakker worden. Want ik praat de hele tijd tegen jullie. Dan heb je je microfoon uitgezet. No. Oh, het is niet erg. Was je okay. Niet zeggen? Nee, het is please, niet. Nee. Please, zeg dat we gewonnen hebben. Het niet. Doei. Yeah! Hey! Ik snap oprecht niks meer van die map. Hebben we Oh, ik ben level 2! Wat? Ik krijg ook allemaal achievements en zo. Wat zeg je? What the hell? Topass, alles. Ik heb 154 bonen! Ik heb 206 beans. Wat zijn die beans? Ik heb precies hetzelfde als jij, mama. Ik heb 150 bonen. Waarom heb ik er zo weinig? Ja, oké. Ik hoor dus van Jesse dat er een aantal mensen zijn die zaten te spoileren in de chat. Dat mag dus niet. Ik denk niks. Dat is een reden om geband te worden. Dus dan mag je niet meer praten in de chat. Helaas. Maar gelukkig heb ik ook niet al te veel naar de chat gekeken. Ik heb serieus spoilers niet gezien. Ik heb alleen gezegd dat... Of ik had alleen gezien dat iemand zei dat iemand had gespoilerd. En vervolgens heb ik er niet meer naar gekeken. Dus, ja, dat gaat nog veel vaker gebeuren. Hoor, geloof me. Gebeurt al. Maar dat is wel echt super sad. Gewoon, dat is trouwens inderdaad mijn moeder. Gewoon gekild door je eigen vriendin. Dat is wel echt cool. Hoor, die moderator is in de chat. Ja. Ja. Maar het is een makkelijk slachtoffer. Maar het, ja. Ja. Nou, ja, hey, maar dat kaartje staat nog steeds in de Discord. Dus als je die nodig hebt. Open. Ja, dan kan je gewoon de maps zien. Ik wil weten wat ik met die bonen level 2, woe! Met die bonen inderdaad. Ja, oh, je kan, oh wat zegt in mijn chat, je kan met die bonen, kan je heads kopen. Oh! Nice! Dus je unlocked skins. Oh, ik heb een nieuwe hoofd. Oh, ik ga meteen kijken. Iedereen naar de wardrobe. Ik heb veel hoofden. Ja, maar dan krijg je dus nog meer hoofden. Ik zie geen extra heads. Ik ook niet. Miracles. Maar ik ben ook maar level 2, dus misschien komt dat wel. Ik zei nog dat ik echt geen imposter wilde zijn, het eerste potje. Ja, maar dat moet je ook nooit Ik moet heel eerlijk zeggen, los van het verhaal van Kitta, dacht ik dat jij het niet was. Want ik had je op camera meerdere keren zien lopen, weg van mensen. En ik dacht van, ja, dan is zij het sowieso niet. Gaan beginnen. Ik doe altijd onlogische dingen, omdat ik gewoon echt oprecht het spel niet begrijp. Nee, gewoon een tong door mijn schildje heen, hè? Ja, nee, dat was niet goed, jongens. Maar jij stoute Rick. Sorry. Ik zag dus dat ik met een roze iemand imposter was, dus ik dacht, oh, Rob. En toen zag ik opeens...
Ja, dat is heel verwarrend. Rob is altijd roze. Sorry jongens, ik ben koraal. Ja, ja, maar ik vind koraal je wel beter staan, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, roze is wel echt meer mijn kleur. Ja, nee, maar dit staat je echt goed. Ja, maar ja, ik vind het ook hoor. Zo mooi, Rob. Het stoort me niet. Beste moderators, jullie hebben mijn permission om Love het zwijgen op te leggen. Maar hij heet koraal. Even een side note. Ik vind het typisch Rob. Ik zou het gewoon laten. It looks good. Een beetje als een vis op het droge. Ja, ik had trouwens even nog aan Hugo gevraagd wat de status is, maar ik krijg geen reactie. Dus hij is denk ik... Ik neem aan dat hij heel hard probeert zijn Action AirPods te fixen. Oh, mensen in het chat vinden trouwens Rob is verbrand. Nee! Wow. Oh, nee. Nee. Rob is helemaal niet verbrand. Als je het lief uit. Niet verstoppen, Rob. Je hoeft niet te verstoppen, Rob. Mag ik vlammen? Hey, en Mila, het is oké, Rob. Flames in chat, please. Nee? Oh, oké. Okay, ja, over mijn stoel? Oh, lekker. Lekker chill. We gaan beginnen. Ja, nou, ja, we kunnen wel weer beginnen, denk ik. Start! Oh. Ja, druk op start! Rick zei dat één keer, op die manier. Die onder me nu nog een keer gehoord, dan wil ik het nooit meer altijd. Dat snap ik. Oh jee. Ja. Start. Let's do it. Let's do it. Let's go. Druk op start. Druk op start. 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 Even kotsen. Wie moet er kotsen? Niemand gaat kotsen hoor. Ik ga het niet opruimen. Ik. Ik hoop dat visual tasks uitstaan. Ik kan dit niet aan. Ik kan dit niet aan. Ik moet dit hier doen. Oh, nee, dat kan niet. Ik moet eventjes van links afkomen. Ja. Ja. Ik ben misselijk. Ik was met die freaking blaadjes bezig, are you kidding me? Oh, mijn man! Electrical! No! Ja, ik Rick en Veep! Wie lag in Electrical? Veep. 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 Natuurlijk, in Electrical. Mag ik wat zeggen? Je mag alles zeggen. Ja. Ja. Ik was met Rob en Dionne bij het fixen van de admin, dat alarm dat afging. Toen ben ik daarna naar O2 naar boven gerend. Maar ik had eigenlijk een beetje mijn zus op Veep en Jeroen. Maar die gingen namelijk richting Electrical in plaats van dat ze dat ding gingen fixen. Dus toen die alarms zeg maar gefixt waren, toen wilde ik juist eigenlijk meteen al naar Electrical rennen om te kijken of daar een body lag. Oh, nou, toen hadden jullie al gereport. Dus ik denk Jeroen. Maar vind ik eigenlijk een beetje zielig, want hij begint ik ben, met. Dus... Jeroen. Ik ben het 100% eens met die Jeroen, want die stopte opeens. Die liep opeens achter me aan en toen zag hij je en toen bleef hij een soort van naast me staan. Ik vind het ook wel een beetje zielig. Maar aan de andere kant wil ik ook winnen. Jeroen, wat heb je erover nog te zeggen? Nog wat zeggen, Jeroen? Nou ja, ik merkte vooral dat Dionne veel te gretig is. Jij was helemaal niet bij mij. Dat het zo over Dionne zou kunnen zijn. Dat was om heel eerlijk te zijn, Jeroen, Dionne is altijd gretig. Dus... Dat weet hij ook gewoon altijd al te goed. Dat weet hij zelf ook wel. Oh, ik vind het zo jammer Jeroen? Dat ik gemute ben. Maar goed, maar ik ben het niet. Ik sta gemute, oh my god. Ik ben het niet, ik ben een makkelijk. Ik tril! Wow, ja, maar dat is wel waar. Dat is wel waar. Ik vond wel dat je heel lang bij admin swipecards moet doen. Dus, ja, swipecard is ook wel moeilijk, moet ik zeggen. Het is wel een beetje raar dat Jeroen op iedereen stemt. Oh. Oh. Ik moet naar Electrical. Ik wil niet alleen in Electrical zijn. Zijn er andere mensen? Nee? Oké.
Ik durf niet. Nee, nee, nee. Ah! Ik doe alsof ik geen imposter ben. Oh, oké. Okay. Daar zijn genoeg mensen. Oh, dat is ook gefixt. Oké. Okay. Ja. Nee, ik ga niet met jou in electrical. Ik heb geen taak aan de linkerkant. Ik heb geen taak aan de linkerkant. Ja! God. Ze is eng. De hele tijd achter me aan. Ik ga gewoon even hallo zeggen. Wie zit er hier? Dit ding. Ik durf niet. Nu zijn we hier met z'n allen. Yup. Ik heb hier een taak. Emergency meeting master. Lijkt me goeie. Oh, Emily is wel dood. Oh, Emily is dood. Oh, no. Ja, ik was heel de tijd echt zo eenzaam. Wat... Ja, oké, okay, dit is... Oké, okay, wacht even, dit is het idee. Wacht, Rob. Weet je nou waar de kill is gemaakt? Nee. Want dit is eigenlijk niet zo'n goede timing. Wacht met de even. Knop. Oké, doe je verhaal, doe je verhaal, doe je ding. Oké, okay, there we go. Heel simpel. Er is maar één imposter. Ja. Dat ja. Duurt zo lang. Ja. En het feit dat het zo lang duurt, dan gaat dit heel lang duren voordat we zeg maar erachter komen. Want iedereen kluit bij elkaar, maar er was één iemand die constant niet bij het kluitje was. En dat is? Dat hebben we niks teken weer. Yes. Ja, maar ik was jullie alleen maar ja. Kwijt. Ik heb wel vet veel taak maar gedaan. Maar iedereen was de hele tijd bij elkaar. Ja, wij waren bij Kerst met z'n drieën. En ja, ik was echt aan het zoeken. Nee, ik zweer het je, ik ben het echt niet. Ik heb nog 2 of 3 taakjes, dus jullie kunnen nog met me meelopen. En jullie mogen met maar me op zich, die taakjes kan je ook volbrengen als je een spook bent. Just maar, saying. Een spook? Ik ben niet een spook. Nog niet, nee. Oh, als jullie me er nu uitstemmen. Oh ja, dat mag. Maar er is toch maar 1 imposter, right? Ja. Daar ja, zijn we allemaal mee eens. Anders duurt het. Ja, ja, tuurlijk zeg je nu dat ik er ben. Luister, mag ik nog wel wat zeggen? Ik ga er nu uit. Wat zegt degene die de hele tijd achter me aanloopt? Luister! Ik ben zo bang voor jou. Luister! Oké, sorry. Ik ga er nu uit, maar ik ben niet de imposter. Dus er is er sowieso nog eentje in. Stem dan de volgende ronde op Adinda, want ik denk namelijk dat het Adinda is. Maar die zit hier niet achter mij gestaan. Ja, oké, maar... Ja, geen idee voor gevoel. Maar oké, succes. Ik maak ook dus herinneren ook. Bij de vorige kill, dat we Jeroen eruit hebben gestemd. Ja. Volgens mij zag ik ook paars in de buurt. En als ik het trouwens was, hè. Ik was degene die Jeroen... We moeten nu killen. Dat hij de imposter was. Dus waarom zou ik dat nu meteen doen?
Eén kill maken. Zie, tot je. 12. Maris, de liefdagen zijn voorbij, 10, jongens. Ik spreek alleen nog maar de waarheid. 9. 8. 7. Oh, dat kan ook. Sorry Rob, jij bent het. Ik ga voor jou. Nee! Oh! Oh, nog net! Nog net! Oh, ik zat de killknop te spammen. Woe! I still got it! We did it, Mila! Yeah! High five! Ik was niet de enige die de eerste die Jeroen vreemde. Dat was, yes. Dat was Maris. Sorry Jeroen. Twee potjes pijn. Alleen maar pijn ervan. Oh ja, oh, sorry. De rest van de avond wordt voor jou pijn. Waar blijven er eigenlijk de andere twee? Want er zijn er twee niet. Oh, daar is Jeroen. Ja. Zullen we starten? Ja, ja, waarom niet? Maar eigenlijk heb ik nog alleen maar de waarheid gesproken, hè, deze potjes. Dus jullie hoeven me niet meer te wantrouwen. Dus ja, voor nu wel, ja. Voor nu wel. Samen met Kitten. Ja, dat wil jullie niet. Guys, zullen we nu gaan beginnen? Ja. Yeah. Heb je zoveel haast of zo? Ik maak kletsen, jongens. Ik wil denk al, het was weer total ignore, maar nu snap ik waarom. Ik wil jullie heel graag wat neersteken. Oké, starten. Hugo, deze avond. Ik moet even... Ja, lekker gedaan. Bijkomen. Komt Hugo nog ooit een keer of niet? Dat was een goed potje. Dat was wel lekker, ja. Genieten! Oh, gelukkig, ik ben geen killer. Nu moet ik me zorgen maken om niet vermoord te worden. Ik ben gewoon nog niet vermoord. Ik ben best wel trots op mezelf. Laat me nog even eentje... Ja. Fiep! Oep. Sorry, ik moet je achterlaten, Fiep. Straks blijkt ze de imposter te zijn. Wat gaat hier mis, jongens? Waar is Fiep? Waar is Fiep? Oh, ik ga even dit doen. Ah, Emily, wacht op. Oh, ik ga Emily wel bewaken hier zo. Ja. Deze taak is zo'n moordtaak. Hier ga je echt altijd dood. Vaak, in ieder geval. Ik wacht wel tot ze klaar is. Maar dan is ze klaar, dan zit ik zo creepy naar haar te kijken. Volgens mij wil het niet lukken. Ah! Ja, kom. We gaan, Emily. We gaan. Let's go. Oh, nu denkt ze... Nu vindt ze me eng. Mila staat bij de knop. Mila heeft iets gezien. Oh. Mila gaat... Oh! Nou... Het was in ieder geval niet Emily. Het lover team. Nou, het is zo aan niet Attica, want het lag al. De twee lichaampjes lagen bij Electrical. En het is niet Attica, want ik ging met Attica samen binnen. Oké. Ik denk dat het een kill was via de vent, want ik letterlijk onder die haar lichaam lag letterlijk gewoon op de vent. Waar is de double kill? Ik weet niet. Was het die lagen te ver uit elkaar voor een double kill te zijn. Ja. Mila kwam bij. Maar ze lagen allebei in Electrical. Ja, de ene lag zo helemaal van achter en de andere lag helemaal van voor. Maar dat is wat... Hmm. Maar hoe dan? Double kill zijn geweest. Geen idee. Ja, wij... Ik was bovenin bij O2. Maar met wie was ik daar? Met mij. Ik denk sowieso... Ja, met Rob. Rob. Was het Rob? Ja. Maar Rob kan het niet zijn, want Rob was de hele tijd bij mij en Attica ook bijna. Ik ben ook niet bij Electrical geweest. Ik ook klopt, niet. Want we zijn gesplitst voordat we naar Electrical. Ik ben ook niet in Electrical. Ik moet ook. Ik ben bij Emily gebleven, want ze had die enge taak aan de linkerkant. En ik dacht weet dan. Niet waarom, maar ja, ik was echt heel enge taak. Ah, oh, dat is lief van je. Ik had het ook zo vaak fout, hè?
Okay. Oh ja, het duurde ook wel. Ja. Ik heb het gevoel dat Maries het is. Ik weet niet waarom, maar... Ja hoor. Ja, ja nee. Ik heb weer een onderbuikgevoel. Ja, Fiep, ik vind jou juist zus. Zo... elke rond op mij stemmen. Maar als er zo weinig mensen dood zijn, dan kunnen we toch ook gewoon even nog... Ja, het zijn twee mensen, dat is niet zo heel weinig. Nee, ik stem op Rick. Ik stem op Maries. Dan. Ik ook. Sorry, Maries. Ik gewoon puur alleen gebaseerd op dit ene uitspraak. Ja, ik weet niet. Ik niet, jongens. Ik zweer... Nee! Waarom, ja, Rick? Wat is dit? Hè? Wie stemt er nou weer op mij? Hoe dan? Waarom? Nee. Ja, omdat jij voor opeens iets zegt, ja. En het enige dat je zegt... Ik zeg de hele tijd al wat! Laten we gewoon skippen, dat klinkt wel echt als iets dat erin past. Ja, ja. Ik heb geskipt. Nou, we zullen zien of Rob te vertrouwen is. Mila, Sje en Rick. Huh? Rick? Is je toch niet uitgestuurd, hè? Bonk, bonk, bonk. Emily is daar beneden. In één keer. Let's go. Ah! Nu moet ik naar Red Exocrawl. Vaarwel. Vrede wereld. Hier word ik vermoord! Kijk, ik ga het gewoon afmaken. Ja hoor. Ja hoor. Oh, ik heb nog meer wiring om te fixen, oké. Ah! Het moest gebeuren. Het moest gebeuren. Links. Heb ik tenminste wel mijn taken af straks? Ah, toch niet. Toch niet. Oh! Nee, Emily! Het is sowieso niet Rob. Het is geen self-report. Want ik was op de camera's aan het kijken. Ja, ik zag het lijk liggen op de camera's. Oké. Ja, klopt. Waar was het? Terwijl ik op de camera was en het lijk zag liggen en wegrende, was vlak voordat ik... We hadden bij elkaar moeten blijven. Ik ren weg en meteen gaat dat alarm af. En met wie sta ik op camera? Met iemand die ook het lijk kan zien en niet wegloopt en niet daarheen gaat en niks doet? Rick. Moeder van Kitta is inderdaad mijn moeder. Ik is er nog niet. Ik weet dat ik al dood was. Maar was Rick niet net eruit gestemd? Wacht, maar Fiep, kwam jij Rick tegen? Nee. Ik kwam Maries met Rick tegen. Ja. Ah ja, met Maries. Met Rick. Ik ben helemaal niet met Rick geweest. Ik was camps. Oh jawel, heel veel net bij camps. Ja, klopt inderdaad. Maar ik kwam er pas net aanlopen. Ik zag dat Rick op camps stond. Toen ging ik naar die dingen. Oké, maar Rick stond nog op camps. Rick stond op camps. Ja, maar ik dacht dat Rick er eigenlijk al uit was. Nee, het is Maries en Rick. Het was net Maries en Rick. Skipfoot was gelijk met Rick. Jawel. Ik kwam serieus net aanlopen. Rick, je bent gemute. Ik wil weten wat Rick zegt. Ja, ik hoor Rick ook niet. Ik wil Rick's defense weten. Ja, sorry. Ik stond echt op twee plekken gemute. Excuus. Maakt niet uit. Ik stond bij jou. Ik stond inderdaad bij Cams, maar ik heb verder niks gezien. Maar waarom ligt... Waar lag de body nou? Soep, ik ga je mond maken. Ik heb geen body's in liggen, hoor. Maar waar lag de body nou? Ik weet nog steeds niet waar het lag. De body ligt in de gang. Ja. Oh, moet even... Body's in liggen, hoor. Net maar waar lag moment. Body ja, sorry, maar dat heb ik echt niet gezien. Ik hoorde mezelf zeggen. Ja, of zou iemand zeggen die mij probeert te framen? Want ik weet het niet. Voor een poepje lijkt dat echt aan de andere kant Soep, van schip... Soep, joint de groep. Kan ik niet eens bij zijn gekomen. Maar hoe kan ik dat dan gedaan hebben? Hoe kan ik dat dan gedaan hebben? Hoe kan ik dat dan gekild hebben? Als het helemaal weer in de kant ligt. G. Allemaal op Rick? Ja, ik heb op Rick. Omdat ik het niet heb gezien. Ik weet niet, zij stemmen. Ik ben Rob. Welke kleur was dit? Ik was het niet. Je hebt nog 5 seconden. Ze stemmen op mij omdat jij ze mijn kant op leidt, vriend. Wat? Ja, ik heb geen idee. Oh, Jesse wil dat ik nog eventjes benadruk dat spoilers geven in de chat betekent dat je geband wordt. Ha! Rick! That's what you get! Aha! Suck it.
How dare you? How dare you? Oh, ik heb nog wiring om te fixen. Oeps. Ja hoor. Wat is dat bij je oog? Zit iets op mijn oog? Dat is eyeliner. Of bedoel je in game? Dat is een brilletje. Spoilers geven is inderdaad niet leuk. Nee. Dan maakt het spel ook niet leuk als ik ze zie. Haal meteen de lol ervan af. Wat toevallig. We lachen body. Is geband, nooit meer in de live komen. Je kan de live bekijken, maar je kan niet meer praten in de live. Mila en volgens Rob. Mij. En toen ging ik helemaal naar rechts. Ja, je kan niet meer chatten. Toen zag ik Fiep daar liggen in, even kijken, Navigations. En toevallig was Maris als enige niet links. Ik wou zeggen, ik was met Mila en met Rob juist beneden bij, hoe heet dat nou, Communications? Ik heb letterlijk... Ja, mama, ik zag jou nog. Ja, alleen ik was de hele tijd met Mila. En Rob die ging naar boven en ik was met Mila beneden. En toen uiteindelijk ben ik ja, nog bij Weppen. Ja, ik heb Attika niet gezien. Klopt, ik was links. De enige die ik heb gezien is Attika. Ja, ik zag jou ook. En toen ik liep afging... Ik jou en de deur... Ik weet niet wie de moordenaar is. Waren bij Communications. Ik heb niet opgelet. En met Rob. Cams. Ik stond bij Cams, met Fieb. En toen gingen de deuren dicht. Toen verdween Fieb echt van tussen de deur vandaan of whatever. Ja, klopt. Daar was ik. Daar was jij ook. En ik vind mama wel eens zus. Was Mila daar ook? Hoe zou ik nou ineens? Mila, was jij daar toen ook? Nee, ik was de hele tijd met Mila. Oké, dus jij hebt ook Fieb zien lopen, Mila. Niet allemaal tegelijkertijd. Wacht, wat zeggen ze allemaal? Mila? Ja? Mila is hard aan het nadenken. Rob, stelt je een vraag. Oh! Oh! Sorry, ik zal het duidelijker stellen. Mila? Ja? Toen jij met Kreachik, je moeder, bij Cam stond en jij zag Fieb lopen, heb jij gezien waar Fieb heen ging? Nee, maar ik was niet bij Cams. Aha. Nee, Mila was met mij beneden bij Communications. Maar ja, ik heb... Het zijn Rick en Maris. Ik had eigenlijk bij Weapons was, dus ik denk dat het een self-report is. Dus ik heb op Attika gestemd. Ja, is goed. Ik denk Reachik nog steeds. Jij ja, als Maris mee. Zegt, ja, het is een self-report, dan is het zelf. Ja, maar... Wow. Dan hebben we alsnog gewonnen. Oh. Oeps. Wat geluid hoor je dan? Oh, ja. Mila, wat heb ik nou aan jou? Je moet niet. Ja. Ik zeg het. Ik vond het wel weer een beetje eng, eigenlijk. Het was wel spannend, hè? Ja, zeker. Een beetje het is echt eng. Verdacht. En je hebt ja, nou dacht ik, Femme moet dood. Oh, ik vond het echt een beetje spannend. En papa en ik. Papa en ik. Jeroen heeft mij er net op dat zelfs in de dood moet je nog taken uitvoeren. En ik wilde ook Jonne en Jeroen zo samen zo was daar. Was de eerste keer? Dat alles jullie met elkaar in waren? Nee, no al één keer. Jeroen heb ik me wel gevoerd, maar nu helaas. Naast elkaar. We hebben het helaas niet gehaald. Nee, ik dacht echt serieus dat jij de tweede ronde al uit was of zo, maar dat... Ja, maar toen was het niet genoeg stemmen of zo. Er was één stem voor Kreachik, 3 voor Skip en 3 voor Rick. Oh, dat had ik het niet goed gezien. En terecht. Ik was het ook niet. Ik knik, maar ik zit echt totaal niet op te letten. Hé Mila, je had het wel goed door hoor. Ik probeerde nog te liegen, maar je kent me te goed. Ja. Ik had Rob moeten killen. Rob, die is te veel. Ik had niet naar Electrical moeten gaan.
In mijn chat zegt ze ook, lekker Mila! Lekker Mila! Nou, nog een potje? Zal ik starten? Ja! Ja! Let's do it! En niet vergeten muten! Denk dat niet? Oh, geen imposter, geen imposter. Woe! Geen imposter. Do your tasks. Ja, misschien. Oké, ik ga wel mijn tasks. Ik ga meteen naar electrical. Oh nee, wacht. Ik ga meteen dit doen. Attica in de eentje in electrical. Totaal niet zus. Totaal niet zus. Hallo. Ik ben niet vermoord. Kan iemand anders dit fixen? Ik zit hier te downloaden. Ja, dank je. Fiep. Rob, fiep, Attica. Rob, fiep, Attica. Rob, fiep, Attica. Attica, waar ga je heen? Yeah! Met z'n allen! Oeh, satisfying. Attica is veilig in ieder geval. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We gaan... Oh! Oh no. Waar lag de body? Oh. Oh no. Fiep? Waar lag de body? Ja. Jij hebt hem gereport. Ja. Waren er ook mensen bij elkaar? Heb ik niet gereport? Huh? Jeroen, jij bent echt vreemd. Je zit echt in mijn naad. Er waren twee mensen bij elkaar. Maar ja, een tijdje geleden. Er was iemand bij mij toen dat die body werd gereport. Maar ik heb nooit op report geklikt. Wat? Huh? Ik heb ook niet op report. Is dat een nieuwe rol of zo? Of is dat een glitch? Ik heb ook niet op report geklikt. Een glitch, denk ik. Ik heb nooit op report geklikt. Ik heb ook niet op report geklikt, als dat helpt. Ik weet niet. Attica is veilig, in ieder geval. Ja, er was iemand bij mij in Reactor. En toen werd de body gereport, toen ik de Reactor binnenkwam. Je moet wel met iemand zijn geweest, want iemand, er was een Reactor. Ik was ook bij Reactor, want ik zag eerst Vie bij de camera's. Ja, en toen gingen we naar camera's. Toen ging de Reactor af. Toen ben ik naar beneden gegaan, toen heb ik dat handje gedaan. Toen wilde ik naar boven lopen en toen werd er een body gereport. Nou, ik denk dat hij in de glitch is, want ik heb echt niet gereport. Ik was in Reactor met nog... Weten we waar ze ligt dan? Ja, in Reactor. Want ik maar hoe Reactor... weten we dat? Of heb je er gezien en niet gereport en toch wel gereport? Ja, kijk, dus kijk, er was iemand met mij in Reactor en ik wou gaan reporten. En toen werd er op report geklikt voor mij, maar die report wordt aan mij gegeven. Maar wie... Maar... Met wie was je dan? Ja, dat weet ik dus niet, want dat ging te snel. Ben je kleurblind? Ja. Ik weet het echt niet. Volgens mij was dit gewoon een zieke glitch, want ik heb echt niet op report geklikt. Als je mij niet geloven, dan... Maar Rick was er ook, zei je. Ik was er ook, ja. Rick was bij security toen ik even de grens aan het checken was. Op de persoon stemmen die een glitch had. Maar was er... Wie was er allemaal aan de rechterkant? Ik was, ik was in de cockpit. Ik was bij Dionne. Ja, maar ik kan sowieso Rick verdedigen, want ik heb op Jeroen gestemd. Het is niet dat hij echt mijn hele te achtervolgen, maar echt een hele rare manier. Ik ga skippen. Oké, ik ben waar. Hey Dionne, ik ben het niet. Ik denk heel erg alsof je cooldown aan het afwachten was. Oké, dit was echt cooldown. Dit wordt op de bank slapen, Jeroen. Fiep is een beetje zus. Kijk. Maar als het echt een glitch is, is dat wel rot. Als dat serieus. Oh, Attica is weer bij me. Ja, ik moet deze doen. Crewmate buddies. Reactor. Ik moet hier nog een dingetje doen. Wait! I did it. Oké, wat moet jij doen? Waar moet jij heen?
Oh, ik moet hier. Don't leave me! Don't leave me! Ah! Doe jij trash, doe ik dit. Ja, yeah, you're welcome. Ah, Phoebe! No! Eltika! Eltika! Ah! Oh nee, lekker hier zo op de vent. God. Waarom ik? Jeroen staat hier ook. Oh! Ah, daar ben je! Daar ben je! Hoe? Ze leeft nog! Ze leeft nog. Ik moet naar lower engines. Oh. Gaan we... Ik volg jou wel. Taken kun je ook doen als je dood bent. Inderdaad. Intussen is er een double kill gemaakt. Oh! Oh. Papa! Nu zijn ze allebei dood. Doordat hij dood was. Ik wilde niet iets zeggen over... imposter of zo. Oh. Ik wilde twee dingen zeggen. Eigenlijk. Zeg maar. Want... Wie heeft zijn taak al af? Ik. Ik. Ik ben er. Ik moet alleen nog naar lower engine. Ik heb ze namelijk allemaal af. En zullen we... Ik heb nog één taak. Ik volgens mij nog twee. Zullen en zullen we de volgende ronde ook met die... Ja, met ik dat ene doen. Gedaan. Dat je ook andere rollen kan hebben. In plaats van alleen maar imposter en... We gaan eerst deze afmaken. Ik wou net zeggen, Mila, ik vind het niet op de zaken vooruit lopen, hè? Echt een succesvolle waste van je emergency meeting. Het is een beetje asociaal, maar wow. Geluid heel schattig, hoor. I'm loving it. I'm loving it. Stond ik nou op mute? Ik was het niet. Ik was het niet. We zullen het zien. Ik was niet... Ik heb niet op Jeroen gestemd. Dat je het weet. Lower engine. Oh, wacht. Ja, Attika gaat eerst. Dus... Piepiepiew, piepiew. Ah! Veilig groepje. Veilig groepje. Ze fixen het maar. Ze fixen het maar. Ting ting, walla walla wing wing. Oeh ee, oeh ah, ting ting, walla walla wing wing. Yeah, I did it. Complete. Moet jij nog ergens heen? Dat is een nee. Ik volg je wel. Volgens mij zijn al onze taken af. Nou, gezellig! Staan ze daar op een kluitje. Lekker. Jongens. Don't kill me, Phoebe. Blijf uit mijn buurt, Phoebe. Gaan we weer. Ja, Jeroen, ik ga even toekijken hoe jij je dingetje gaat doen daar. Ja, Emily is erbij. Dat gaat wel lukken. Elsieke! Waar is ze nou? Oh, ik vertrouw er helemaal niks van. Ik wou... Oh, Jezus. Oké,
Jongens, sorry, ja, ik wil zeg maar niet een anticlimax zijn, maar ik ben imposter en mijn keelknop doet het niet. Ik kan niet met mijn muis klikken, mijn toetsenbord doet het niet, ik kan niks. Ik kan letterlijk helemaal niks. Dus zeg maar, ja, ik kan letterlijk alleen maar het potje uitstappen of zo, want ik kan gewoon niks. Ik kan niet winnen zo. Dit is wel het eerste potje waarbij ik langer dan een minuut leef. Nu weet je waarom. Ik kan letterlijk niemand doodmaken, dus zeg maar, ik weet niet of Fiep heeft, heb jij dit niet, denk ik. Nee. Hey jongens, ik weet dat ik dood ben, maar ik denk dat dat Rob is. Ja, ik snap echt niet. Ja, oké, dan stem me Rob eruit. Ik kan gewoon helemaal niet. Oh, dit is zielig. Oh, zet Rob. Ja, is een beetje jammer. Maar is iedereen bijna klaar met zijn tasks? Nou ja, ik ben helemaal klaar. Ik weet niet zo goed. Alleen Jeroen nog, volgens mij. Jeroen, wat is er? Een code moet ik ergens vinden of zo. Nee. Die ligt ergens onder een mat. Je moet een mat vinden. Doe het. Doe het. Als je mijn spookje volgt, leid ik je naar die mat. Doe het dan. Doe het. Ik ben klaar. Haak nou af. Zullen we trouwens voor het volgende potje die leuke map met het sneeuw spelen? Oh, de leuke map. Yes. Ik voel me allemaal aan Zullen we dat doen zometeen? Die kinderen lijken een beetje op mij, weet je. Het schiet er binnen en dat moet gezegd worden, weet je wel. Ja, jullie dan ook dat je ook andere van hebben in plaats van... Jullie moeten muten, hou je mond. Dit is een beetje een glitch spelletje. Dit is een proximity chat. Ja, proximity chat. Ja, we mogen ook weer praten, iedereen leeft weer. Iedereen is in proximity. Nee, maar er snapt iemand letterlijk een taak niet. Dat geeft niet. Het is zo donker. Hij denkt serieus dat er een mat is. Jongens, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik geloof niet meer dat er mat is. Heb je die code, waar moet je die ook weer doen? Code staat, moeten we hem uitleggen? Ja. Er staat volgens mij een briefje boven met de code erop. Code staat erboven. Oh nee, maar het is bij de reactor. Oh nee! Dan moet je gewoon 1, 2, 1 tot en met 10 doen volgens mij. Nee, niet! Akita! Oh nee! Nee. Ja, ik ben gemute. Emily, waar lijkt de money? Ze lagen... Bij dat striking, naast de electrical. Ik weet alleen niet hoe die plaats heet. Waar er twee? Jongens. Ja. Rob, ik vind het heel raar. Toen hij, voordat hij eruit werd gestemd, doet hij het wel bij jou, Fiep. Dus ik denk dat het Fiep is. Goh. Zal ik je wat verklappen? Volgens mij wisten we allemaal dat het Fiep was. Oh my god! Ik vind het schattig hoor. Ik vind het schattig. Dat dacht ik ook inderdaad. Tel wel gewoon. Ik vond het echt een geweldig potje, bedankt hiervoor. Maar even, je ging echt lekker, Febe. Je was echt zo bezig. En dan is van Rob nou, in de plaats van dan te... Rob, ja, die knikte mij ook gewoon en zegt, nou doet hij het bij jou, Fiep, dacht ik zo van. Are you kidding me? Er was letterlijk ik had echt zo gewoon dit kunnen winnen als je dat niet had gezien. Nee hoor, ik had social gear. Van dat zelfvertrouwen. Jongens, hebben we nu iemand met het sneeuw doen? Jongens, luister eens. Ik moet zeggen. Ja. Doe het. Jongens. Zeg iets. Ja, we luisteren snel. Ja, oké. Zullen we nu... Ja, ik heb niet geluisterd. Rollen die nieuw zijn... Ja, we gaan jou eruit knikken hoor, Mila. Nee. Willen jullie dat? Willen jullie Polen spelen? Ja. Ik vind het goed. Oké, we willen de map met sneeuw. Oké. En ik wil ook eigenlijk shared mode. En ik wil maar dit kan niet. Is die er ook bij? Is die nieuw? En ik wil wijn. Ik wil ook op. Wat een combinatie. Ik ga ijs die pakken. Ik heb Prosecco gehaald. Dat is echt een fundamenteel random combinatie, though. Dat ga ik nu even pakken. Nee, ik heb allemaal. Ik heb de code. Nee, dat gaan we samen drinken zo. Oh, we komen eruit, Dion. Is goed. Mag ook. Iedereen is welkom, hoor. Yes. Ik stap nu de auto in. Kom erop. Oh, er is ook nog niemand. Ik ben er achterin. Ja, ik achterin. Oh my god. Daarvoor. Okay. Oh. Nee,
Nee, niet, we gaan straks de champagne samen poppen. Ja, dat is goed. Oh, is er al nieuwe koe, hè? Ja, 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 zeker. Staat al in de dinges. Top, oké, okay, ja. Jongens. Ieuw, knie in beeld. Ja, we gaan het weer vragen over die modus gaan doen, hè? Mama? De mensen in mijn chat zeggen ook, wij bij Dionne. Oh, gezellig! Dus iedereen komt. Ik neem mijn hele chat ook mee. Oh, mama? Leuk. Ja, oh, Mila. Oh, je koekjes en wijn, yes. Oh, kijk hoe cool. Heb je ook dat we de andere rollen kunnen zijn? Eerst oh, ja. Oh, no, er is een nieuwe code. Eruit, echt waar. Ik let ook totaal niet op. Hier. Zo. Ik zit er weer in. Laatste keer dat je mag meedoen, Mila. Ja, maar echt. Oh, nee. Ik was vergeten dat je een koelkast had. Mila. Je bent hij staat letterlijk daar. Het is nog een jong brein. Maar wij hoeven niet ook nog een livestream te doen in de tussentijd. Oh, bij mij in de chat zeggen ze nu ook. Ik ben blij dat je het leuk vindt, Lotte. Oh, Ilona. Ik vind het ook leuk. Lekker wijn. Lekker wijn. Er is nog iemand. Ja, hold up. Ik was de limoncello. Er is ook een spel dat je kunt klonen. Oh, Jeroen, die zat al even. Zit dat er nou in? Of zit natuurlijk heel dicht bij de koelkast. Is dat nog steeds een mod? Dat zit ik ook, maar daar zit niks in. Doe mij maar gewoon een whisky. Oh, shapeshifter. We hebben wel een shapeshifter. Ik weet nog dat jullie een heel ritueel om Rob gingen doen met die proximity mod. Ja, Rob. Scientist, guardian angel, engineer, shapeshifter. Klinkt goed. Iemand zegt, ik weet dat jullie nog een heel ritueel gingen doen om Rob heen toen met die proximity mod. Omdat jij dat toen niet hoorde. Oh ja! Rob. Wat hoort je weer niet? Rob. Waar is hij? Oh, daar! Rob. Oh, jongens, Rob. Ik hoor Bibi over de hele map, jongens. Even Ctrl-R. Ja, even Ctrl-R. Oh nee, ik hoor nu helemaal niemand meer. Ja, ik mis het wel, hoor. Ze hebben die trouwens echt vet geüpdate, hè, die proximity chat. Ze hebben nu allemaal dingen voor Discord, OBS overlays en weet ik het wat allemaal. Discord overlay.nl. Het werkt, schijnt vet goed te werken. Oh joh, mijn camera doet raar. Momentje hoor. Ik heb geen keus. Ik hoor dat ik ontslagen ben als ik niet meedoe, dus... ik zit... ik heb inmiddels 6 pillen op, ik heb nog steeds hoofdpijn, maar ik durf niet te stoppen. Nee, je moet ook niet stoppen. Oh, nu doet hij... Ik bedoel, je wordt betaald met liefde, Oreo en wijn, dus hè? Hé, hey, dat is bij Dionne thuis, dat is niet hier. Oké, okay, we hebben dus niet opnieuw moeten roepen. Dat wist je nog niet, Rob. Hier krijgt gewoon niks. Als hij niet meedoet, slaapt hij niet op de bank. Of als hij niet meedoet, slaapt hij wel. Ik voetboekje zonder pet. Dus cursed. Je wordt betaald met wat? Hij is naakt. Een bed en gummy bears? Wat? Ja, ja, een bed, dat was het een beetje. Oh, okay. De camera is oké. Okay. Hij doet het weer. Dat wordt wel goed voor je gezorgd. Oh, lekker. Ondertussen een hele fles ook op. Lekker bezig. Oh, dus je bent er klaar voor? Ja, zeker. Hoor. Ik kan weer... Gaan we weer? Klinkt als mijn eerste potjes. Nou, het klinkt ook als mijn potjes nog steeds. Succes! Succes! Yeah. Nee hoor, nee. Oh, gelukkig. Oké. Okay. Nee, daar moet je 100 keer om vragen. Okay. Bam, bam. Rob, hou nou op als kiesfaken, je rollen. Kiesfaken. Oh, er zijn allemaal... Oh, kiesfaken. Jeroen, ga kiesfaken. Het is Jeroen. Ik vind het zielig. Ik wil hem niet meteen eruit gooien. Maar het is 100% Jeroen. Of hij is niet slim genoeg om meteen kies te doen. Wie is er zo gek om meteen naar dinges te gaan? Hoe heet dat? Specimen room. Wie is er zo gek om meteen naar de enge... Oh. Het is Mila. Ik heb hier helemaal niks te zoeken. Ja, Mila, ik kom je achterna. Oh, Dionne! Hoezo is het zo gek om in een eentje naar een specimen te gaan? Spaceman. Er zijn 3 mensen in O2. Ik moet weten wat daar aan de hand is. Yeah. Haha, in één keer. Oh no, no.
ik sta op camera, ik ben op camera. Als iemand nu vermoordt, dan is het gezien. Oké. Okay. We zijn allemaal oké. Pew, 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 pew. Professional. Oh, twee in één keer. Ik leef. Ik leef nog. Ook communications. Oh, lekker. Oh, dit duurt. No! Holy shit. Ik weet het. Ik zat een beetje op de camera te loeren, maar... Ik zag net wit weglopen van bruin. Nee, 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 nee. Voordat je mij gaat beschuldigen. Ik kwam aanlopen en toen zagen we samen de body. Ik zag jou niet aanlopen, hoor. Jawel, jawel. Maar ik... Oké, dan. Je bent safe. Denk ik. Ik ben Attica tegengekomen in het donker en ik ben niet vermoord. Ik zag ook nog iemand vent, alleen ging het zo snel. Ik wist niet welke kleur het was. Je zag iemand venten? Ja. Waar? Ik weet niet dat vond je het niet belangrijker om te vermelden dan dat Attica erbij stond? Ik kijk Mila, ik wil je natuurlijk niet meteen afvallen. Ik wel hoor, ik heb maar Mila gezien. Ik zag wat gebeuren op de camera en jullie kwamen wel met z'n tweeën tegelijkertijd aanlopen. Ja, nou, ik zat ook te kijken inderdaad en ik kan Rick ook uitsluiten dat hij het niet is. Ja. Maar ik heb niet gezien dat... Ik heb voor de laatste keer Emily en Mila samen gezien. Heeft Jeroen nou wel of niet kies gedaan? Volgens mij deed iedereen kies. Nee, Jeroen niet. Ik heb hem geen kies zien doen, in het begin in ieder geval. Ja, maar ik ben een makkelijk doelwit. Dat is waar. En ik heb Jeroen het voordeel van de twijfel, maar ik vind Mila wel erg goed. Sorry, Mimpje. Ik weet niet hoor. Ik wil hem echt geloven. Ik ben het niet. Ik denk het ook niet. Nee. Ik denk het wel. Oei. Nou, ik vind het zielig. Volgens mij is het serieus niet hoor. Ik wel. Oké, ik vertrouw echt helemaal niemand meer. Veel canisters. Oh ja, dat is ook zo'n leuke taak waar je altijd dood voor wordt vermoord. Waar je dood wordt vermoord. Lekker, Nederlands. Ik ga wel op de camera's. Nee, hier word je ook altijd vermoord. Nope. Ik hoef even niemand tegen te komen, dankjewel. Ik ga wel op zoek naar lichamen. No, 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 no. Ik weet niet. Wie is dit? Dat is Jeroen! Huh. Hallo allemaal. Ja, sure, druk op die knop. Doe het. Oh, of niet. Waar is Jeroen? Waar is hij dood? Ik weet het niet. Ja, dat... Ah, is hij dood? Kitta. Jeroen. Huh? Waarom stond jij de hele tijd bij die vitals te kijken? Zag je de hele tijd dat hij dood was? Maar deed je niks? Hoe moet ik weten waar die ligt? Dat vraag hoezo, ik niet. Hoezo moet ik iets doen? Je hoeft niet meteen boos te worden. Hè? Ik vraag alleen maar waarom ik niks deed. Ik vond jou al zus, maar... Je maakt het er niet beter op. Rick is sowieso safe. Nee, Rick is sowieso safe. Rick, Onne, die... Zeker weten? En ik waren de hele tijd met elkaar een specimen. We zijn echt even... Ik moet eerlijk zeggen, ik vertrouw echt niemand meer. Het is denk ik Adinda. Ja, tuurlijk denk je dat. Ik vind... Volgens mij was Mila gewoon... De meest, Mila was onschuldig, volgens mij. Tika, wat was jij aan het doen? Ik ben heel vaak langs Kitta gelopen. Dat is waar, maar ik vertrouw je nog steeds niet. En Kitta. Ik vind je nog steeds eng. Ik stond op Medbase scan en toen kwam ze echt zo heel eng bij me staan. Maris, op wie heb jij gestemd? Ik heb op Adinda gestemd.
Ja, het zijn sowieso, jij bent het sowieso niet. Ja, maar dan zijn het Attika en Adinda, denk ik dan. Oké, maar op wie stemmen we dan? Nou, als het nu Adinda is en we stemmen Adinda eruit... Ik ben en, klaar met mijn task. Ik heb niks te doen als spookje. Nou, wij vieren kunnen het sowieso niet wezen, want we zijn echt de hele tijd bij elkaar geweest in Specimen. En wat denkt Dionne eigenlijk? Dionne heeft gemeld, maar niks gezegd. Oh, Dionne heeft op Jeroen gestemd. Ja, Dionne is naar boven gegaan en Jeroen die is naar de limoncelli... Nee! Oké, okay, ja, succes ermee. Oh, no. Wie heeft doei. Ouch. Nou, als het nu niet, dan moet het Attika wezen. Bye, Kitta. Oh. Waarom moet ik zo sus klinken? Het is gewoon Kreatjik. Het is Phoebe en Kreatjik. Het is Attika. Het is zo wel uitgestemd. Ja, ik zei denk het nog. Wel. We gaan gewoon. We hebben jou nooit gehoord. Nee, weet ik. Maar Kitta zei dat ik veilig ben en zij is het niet. Dus. Ik zei niet dat ze veilig was. Het is sowieso niet Maris of. Maar ik zei nog steeds dat ik er niet vertrouw. Maar hey, we kunnen. Wel Dionne of. Maar ik vind dat. Ik denk volgens mij is het Kreatjik. We kunnen heel makkelijk winnen. Ik. Als we gewoon eventjes die taakjes afmaken. Ja, precies. Mijn taken zijn ook ben ik het. Nee, jij bent het niet. Rick, oh. Ik zag jou nog die scan doen bij Matt B. Dat klopt. Ik weet daarom kon je mij ook niet killen. Ik geloof Attika niet, sorry. Ik ga op Attika. Nou, ja, maar we gaan gewoon shotgunnen. We gaan gewoon net zo lang mensen eruit knallen totdat we het dat is hoe je wint. Het is sowieso Kreatjik. Maar Rick, Maris en ik zijn klaar. Ja, natuurlijk zijn jullie klaar. Zou ik ook zeggen. Nee! En we hebben verloren. Jullie zijn slecht, nee. Oh, dan zijn er toch wel 2 imposters misschien nog. Dus jij heeft als dochter, ze is echt wel imposter. We hebben toch wel gewonnen. Oh, nee! We zijn echt zo dom. Thanks, hè? Zijn we echt zo dom? Nou, dan is het Dionne. Waarom? Zij het! Hè? Hè? Nee, maar echt, zijn we nee, lekker is dat. Het is Dionne, ah, kom. Wij zijn Dionne. Echt achter... Het is Dionne. Nee, maar ik vertrouw jullie nu eigenlijk ook niet meer. Ik vertrouw jou niet, want jij roept alleen maar namen. Dat is wat ik zei, niemand is te vertrouwen. En Hallo. Ik kan het niet zien. Want ik kan het niet zijn, want ik bedoel, ik was de hele tijd met Maris en Riek. Dus dan hadden maar dat zegt toch helemaal niks? Ik was ook best wel vaak met Maris. Maar kijk, als je niemand... Maar dan net had je ook gereport en zij niet. Wij stemmen ook gewoon iedereen eruit, dus je hoeft ook niet te killen, blijkbaar. Nee, daarom. De imposter is niet. Een van die imposters is niet zo heel veel aan het doen. Nou, luister. Rick is het sowieso niet. Want Attika gaf toe dat ze Rick had zien scannen. Dus dat kan het niet wezen. Ik weet van mezelf dat ik het niet ben. In de vorige ronde ben ik echt non-stop met Febe geweest. Tenzij de dode body bovenin lag bij Specimen Room. Maar waar werd die body toen gereport? Ik ben echt de enige die ik geloof is, maar niemand die het weet. Dank je, Fee, we zijn echt de first. Komt er ooit een meeting in België? Ja, ik heb geen idee. Ik heb sowieso in Nederland al nooit echt een meeting geregeld. Tenzij het op een festival is of zo. Ja, misschien ooit. Geloof mij gewoon, alsjeblieft. Ja, ik ga skippen. Ik het ook, geloof me. Is wel makkelijk mee wegkomen op die manier. Zijn we nou zo dom vandaag? We zijn echt achterlijk. Als het nu niet klopt, dan ben ik echt achterlijk. Ja, we hebben verloren hoor, ik weet het zeker. Dionne is echt boos op mij nu. Nee hoor. Ja! Wie waren het nou? Stoute onder. Ik ben... Dionne, hè? Maar wie waren het zo sneaky? Oh, jongens. Dionne was het? Ja, met? Sowieso Dionne. Met? Attika? Attika! Toch wel! Ik zei al... Ja, maar... Ik vertrouw het niet. Oh, Mila, jij vertelde mij. Ik riep, jongens, waren wel juist, hè? Oh, jongens. Ja. Sorry. En jullie gooien mij er gewoon maar uit. En bedankt. Je bent zo op dreef vanavond. Sorry. Ik ben echt op dreef vanavond. Ik kan niet meer tegen leugens. Het waren Dionne en Attika. Yes. En sorry, Mila, dat we je niet geloofden. Je had het gewoon helemaal goed, het spijt me. Nee, zat er niet goed. Maar Dionne, die speelde echt goed. Oh, nou, dank je wel. Ik ging echt gewoon mee in jouw leugen, toen je zei, nou nee, ik ben het niet, ik kan overname gaan doen. Ja, maar dat kan zij altijd zo goed. En dan is dat, ja, maar ik snap deze map niet, jongens. Dan wel geloof ik, maar dat is wel oprecht altijd de waarheid. Ja, daarom.
Nee, maar ja, als het niet is, zegt ze dat ook. Dus het is gewoon, je weet het gewoon niet. Maar dit was wel echt een heel erg. Oh my. Het is wel altijd de waarheid. Heeft Hugo ondertussen al zijn action AirPods gefixt? Ik weet het niet. Nee, ik denk het niet. Of heeft hij het opgegeven? Hij zit gewoon iets anders te doen. Ik ben gewoon niet zo goed in dit spel, maar ik kan gewoon wel liegen. Kijk, maar dat is het hele spel. Dan ben je vet goed in het spel. Nee, ik heb Hugo nog gevraagd van wil het al lukken, maar hij heeft daarop nog niet gereageerd. Dus ik ga er vanuit van niet. Kunnen we rollen toevoegen? Of op zijn minst een rol toevoegen? Ja, natuurlijk. Lijkt me leuk. Ja. Oké. Okay. Mag ik wel alsjeblieft scientist, want die lijkt me zo leuk. Ja, ik heb geen idee wat dat zou zijn, maar laten we gewoon... Je mag alles erin gooien wat je wilt, maar je moet wel even zeggen wat het is. Oké, luister. In bonus heb je een optie Vitals. Hè? Dat is dat mapje waar je dus gewoon kan kijken wie er allemaal nog leeft en wie er dood is. Nou heb je een scientist, is een rol, dus één van ons. Je hebt een imposter, je hebt crewmates en één van ons wordt een scientist. En het leuke van die scientist is, die heeft een soort van mobiel waar die eeuwig Vitals op kan checken. Dus overal kan hij Vitals checken. Dat is de rol van de scientist. Dat is het ook, dat was het. Oké. Maar wat is dat? Maar opgeladen zijn. Ja, hij moet wel opgeladen zijn. Dus je kan niet de hele tijd maar op Vitals kijken. Je moet taken doen om mama, die batterij weer op te laden. Dat... Oh ja, ik zie het. Oké. Okay. Vitals? Wat is Vitals eigenlijk? Ik heb het nooit begrepen. Nou, als je bij Vitals kijkt, dan zie je daar alle members die meedoen. Ik heb de fuse die... Maar en als er rood is, dan is er dus... Ik heb de gele. Weet je waar je pas moet swipen? Nee. Deze, dit is mijn favoriet. Naast de niet gesponsord. Is er een kamer waar je die pas kan swipen. En daarnaast. Er zit trouwens paarse lipgloss op nu. Dus hij is officieel geclaimd door mij. Of iemand nog hartslag heeft of niet. Oh, aha. Okay, dus je ziet niet waar, maar je ziet wel dat er iemand dood is. En nu heb je dus een portable, dus dan zit hij zeg maar op een soort van mobiel. En degene die dus de scientist is, die kan dus de hele tijd naar Vitals kijken. Maar hij raakt een keertje op, dus als je taken doet, dan laat die batterij weer op. En dan kan je dus elke keer kijken van, leeft er nog iemand of is er al iemand dood? Dus je weet niet waar, maar je weet wel dat er iemand dood is. Okay, dat top. Is het idee. Oké, dan hebben we nog Guardian Angel. Guardian Angel, zeg maar, de eerste die sterft, die wordt Guardian Angel, de eerste crewmate. Dus dat ben ik dan altijd. Ja, en die krijgt dan de rol, die kan nog wat doen. Dus die hoeft niet alleen maar als spookje taken te doen, maar die kan dan zijn andere crewmates beschermen. Dus op die manier kan hij het imposter moeilijker maken, doordat hij zijn crewmates gaat beschermen. Dus Jeroen, dan kan je Dionne beschermen als hij dat weet. Oh ja, je kan een soort schild zijn voor iemand, maar je moet het wel goed timen. Ja, je moet het wel goed timen. Wat kan je allemaal doen dan? Ja, dat weet ik dus niet. Zullen we er ook gewoon bij doen? Doen we gewoon een scientist en een guardian angel? Ja, scientist. Ja. Ik vind het goed. Wat is die shapeshifter dan? Nou, shapeshifter is zeg maar als je de imposter bent... Dan kan je dus ook een appearance aannemen. Dus dan kan je eruit zien als een van de crewmates. Dus dan ben je gewoon in één keer Rob uitgekleed. Oh, wow. Maar die werkt maar een tijdje. Dus stel dat ik te lang dan in Electrical sta als Rob. Dan in één keer verander ik dan weer in mezelf. En je laat dus blijkbaar denk ik ergens dat lichaampje, dat pakje wat ik aan had getrokken van Rob. Dat dump ik wel ergens. Dus je laat wel evidence achter. Zeg maar. Plus, plus het kan dus wezen dat je opeens twee keer creatrix ziet lopen. En dat je denkt... Ja, precies. En dat kan dus niet. En dat is dat. Mama. Dat is de shapeshifter. En je hebt nog engineer. Mama. Ja? Verandert je naam dan ook in diegene? Ja. Ja. Ja, dan ben je echt even gewoon helemaal diegene. Dus je kan helemaal doen alsof. Je mag helemaal, dat. Dus dan kan je gewoon mensen verwarren. Van maar Rob was wel bij toen die kul gemaakt werd. Ja. En je hebt nog de... Ja, je bent gewoon nog steeds imposter. Alleen je ziet eruit als iemand anders. Dus je kan gewoon in één keer Dionne zijn als je dat wil. Gaan we dan erbij? Maar wel heb je wel gewild. Als het toch wil. Moet je gewoon wel mama. Ook nog erbij, dan heb je nog één rol, dat is engineer. En als engineer, dan kan je, dus dan ben je gewoon een crewmate ook. Maar dan heb je de optie dat je ook de fans kan gebruiken, net als de imposters. Ja, en dan kan je ook... Doe dit er ook bij. Dan kan je ook vermoord worden in de fans. Ja, doen we gewoon een YOLO'tje, gewoon alles aankomen als het Oh my god, die shapeshifter gaat... aandoen. Gewoon lekker de imposters in de war maken en de crewmates in de war maken. Dus Oké, laten we gaan dat doen, want als je nu iemand ziet bent, betekent het niet dat het een imposter is.
Guardian Angel is de eerste crewmate die doodgaat. Die krijgt dus nog extra rollen waarmee die dus andere crewmates kan beschermen. Dus die heeft een soort van, die kan nog wat dingen doen. Net zoals saboteren dat de imposter doet als hij dood is, zeg maar. Je moet gewoon even een schildje opgooien voordat iemand doodgaat. Oké. Ja, dus je hebt de scientist, die kan altijd op vitals kijken. Je hebt de engineer, die mag de vents gebruiken, terwijl die geen imposter is. Je hebt de guardian angel, dat is degene die als eerste sterft. Start. Okay. Zoek het uit! Start hem dan! Kinesthetic learners. We leren het vanzelf wel. Oké, dat is... Zoveel opties, hè? Een hele normale crewmate. Lekker is dat. Precies de middelste. Lekker. En Jeroen weet nog steeds niet hoe het werkt. Dat is oké. Ja, ik ga gewoon maar mijn ding doen. Status bad. Fine. De status is nu fine. Hoi Attica. Ik ga je eng aankijken. Wat doe je? Wat doe je, Attica? Wat ben je aan het doen, Attica? Ik ga een bodyscan doen. Ja. Zit ze nou te checken of het echt is? Moet ze ook? Moet jij ook? Moet je... Nee? Oké. Fiebs. Nee, en onder die. En onder die. Waar was de booty? Wow. Oh. Huh? Oh, waarschijnlijk. Maar wie? Nee, het is geen Oké, okay, wacht. Oh. Dit was heel raar. Want ik kwam namelijk naar boven lopen. Ik kwam admin in. Of hoe heet het daar? Waar je die swipecard hebt. En ik zag, wat ik dacht dat ik zag, was Onnedi die gekild werd door Fiep. Nee, sorry, Fiep die gekild werd door Onnedi. Maar... Dat is dan een shapeshifter, die zijn allebei dood. Maar, ja, dat zal dus een shapeshifter geweest zijn, maar... Ja. Ik heb Onnedi... die heb ik op vitals al dood. Die was al dood. Die was al langer dood. Oh. Dus ik weet niet wie gevonden is. Heb je Fiep gevonden? Fiep, ja dan. Ja, oké. Okay. Zeg maar, Onnedi was al eerder dood. Die is al sowieso 30 seconden tot een minuut dood. Dus... Oh, jongens. Wat verwarrend. Trouwens, nog één ding. Ik heb de kans dat de rollen erin zitten op 50% gezet. Dus het kan zijn dat niet alle rollen er ook in zitten, zeg maar. Ja, dat is een kans dat. Dus er is inderdaad 5 cent. Maar dit klinkt wel heel erg shapeshifterig. Ja, dit was een shapeshifter toch? Sowieso. Ja. Maar ja, wie het dan was. Het was of een shapeshifter, of... Ja? Die is enorm aan het bullshitten. Nou, heb je me dat ooit wel eens horen doen? Ja. Ja, dat is zo vaak. Dat is dat verhaal wat we net vertelden over dat ze kunnen veranderen in iemand anders. Is het, nee, met die Oreo en die wijn, weet je nog? Ja. Ja, dat verhaal, ja. Ja. Zo, okay. Ik stik er even in, zeg. Oké, maar kijk. Rick heeft het dus zien gebeuren. Rob zat op vitals. Attica was met mij. En Emily en Mila, die... Ik weet niet of die zo'n masterplan kunnen maken. Jeroen is een noob. Dus wie er overblijft, is Kreatjik. Ik zou het wel even doen als die masterplan aan het zijn. Dus ik denk dat wij wel bij wel steeds, maar ik was met Mila. De enige die dit kan, dat is Rob. Maar ik skip. Wat kan ik? Ik skip ook. Dit? Ja, zo shapeshift en zo. Dat is waar. Alles, ik kan alles. Shapeshift. Zeker waar. Zonder dat ik shapeshifter ben, kan ik shapeshifter zijn, jongens. Man. Wauw, hoe doe je dat? Dat vond ik heel big brain van mezelf. Uitkijken voor Kreatjik. Ik moet naar specimen. Vaarwel. Ik wil niet. Daar ga ik. Als hier iemand is, hè. Ik ren meteen weg. Oké, er is niemand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah! Ik klikte verkeerd! Nou! Attica.
Nee! Nou weer. Tika! Waar was ze? Tika, no! Waar was het? Rick, je bent gemute. Niet allemaal tegelijkertijd, man. Ja, het heet ja, daar Laboratory. Ja. Oh. Laboratory. Het laboratorium. Ik zag en Rick en Jeroen de kant op gaan. Ik zag, Emily was bij mij. Die liep voor mij uit. Ja, ik heb eerst een raket gedaan. Die niet lukte. Maar... Wat was je aan het doen dan, Jeroen? Nou, het lukte niet. Ik drukte maar alleen ik kwam echt net aanlopen, dus jij kan het niet geweest zijn. Nee. Maar weet je wel hoe die werkt, of niet? Je moet meerdere kleren op... kleren. Je moet meerdere keren op de uitroeptekentjes klikken. Bij die raket. Ja, je moet ze gewoon spammen tot ze weg zijn. Ze worden, ze worden steeds kleiner. Ja. En dan moet je ze bij alle vier doen, en dan is het klaar. Okay. Maar ik heb Jeroen daar niet gezien hoor, bij die raket. Was dat ervoor dan? Toen buiten lopen. Jeroen heeft het nog nooit eerder gespeeld. Waarom zou je denken dat hij hierover kan liegen? Nou, hij weet niet eens wat die raket is, joh. Ik weet het niet hoor. Jullie hebben het toch over die raket? Ja, omdat Jeroen niet begrijpt hoe hij werkt. Je legt een boel in de mond. Ik wil dus nu een ijsje. Iemand anders? Ja, lekker. Ik wil wel limoncello, want ik... Pak jij er lekker die limoncello? Ik ben al lang blij dat ik er nog in zit, jongens. Doe ik een raket. Ik ben heel trots op je. Ja, ik heb ook zin in ijs. Ik loop jullie krijgen allemaal niks. Nee, niks. Mag ik ook niks? Niks. Ik wil ook maar we niks. Hebben geen ijs. We hebben geen ijs. Ik heb al het ijs opgegeten. Jongens, we hebben ook ijs. Wat doen we nu? We moeten stemmen. Ja, ik weet het niet hoor. Het enige die ik daar heb gezien was Emily. Maar volgens mij heeft Emily het niet gedaan. Want die liep voor me uit. Wie is er nog bezig met taken? Ja, ik. Ik heb er nog ik heb er nog eentje. Ik ben ook nog niet klaar. Ik zal even doorwerken. Ik ben de hele tijd die bodies aan het zoeken. Hè. Jullie doen niks. Ik zoek ze wel hoor. Zoek ze of jij vermoordt ze. Jawel, jij bent altijd aan het shapeshiften. Jij vindt ze steeds. Ik vertrouw Rick nog steeds niet. Het is ik ook niet. Ik vertrouw Kreatchik ook niet trouwens. Wow! Wat is dit voor een sniper kill? We waren het allemaal mee eens. Oh, wat grappig. Oh. Nee, dit vind ik echt heel grappig. Nee, Fiem, no! Alles oké, Jeroen? Oké, nou, dat staat op camera's. Ja, dat is een beetje jammer. Waar? Dat is een beetje jammer. Ja, ik heb het zien gebeuren op cams. Oh, maar ik kan me heel erg voorstellen dat Jeroen nog niet weet waar die cams zijn, hoe die werken en wat het inhoudt. Oh, ik heb hem in de val geluisterd. Dus, ja, Jeroen maar aan de andere kant, ik vertrouwde hem ook. Dus Jeroen? Jeroen en Kitta, die inchten echt naar elkaar toe om te zeggen van, yo, ben jij goed? Ben jij goed? Slash! Niet goed. Alles goed. Maar ja, sorry Jeroen. De camera's zien er in dit level anders uit als bij die andere map. Ja, ik zag in, zeg maar, in de vorige map waren het rode lichtjes, maar die heb ik hier nog niet gezien. Of ook niet opgelet. Als het goed is, hoe zien ze er hier uit precies, guys? Zijn het hier van die rondjes? Van die 3D-units? Ja, het zijn hier van die rondjes met van die rode lampjes in het midden. Ja, met een rood lampje. Dat is geen camera met een rood lampje, maar zo'n rondje, zo'n rond glas-unit met een rood lampje. Oké, maar als we nu gewonnen hebben, dan had ik dus gelijk over Kreatje. Maar dit was een leuke pot. Maar goede kill. Je stond nu echt, midden in de camera. Ik dacht echt, oké, well, there you go. Maar goede kills gezet, in ieder geval. Kitta was ook een goede kill. Jij moet nog stemmen. Tenzij je een minuut lang wil praten over hoe leuk het was. Vind ik ook leuk. Vind ik ook goed. Hè? Ik heb het enorm naar mijn zin, maar... Wie stemt er op mij? Ik. Dat was... Nee, dat is niet waar. Waarschijnlijk ik. Nee hoor, ik niet. Waarschijnlijk ik ook. Misschien, denk ik. Of toch? Oh, het was niet Kreatchik. Whoops. Moet ze mij niet zo sus doen. Het is Rick! Het is Rick!
Oh, het is niet Rick. Jongens, ik heb al mijn taken af. Ik ook. Ze is stiekem gewoon heel goed, Mila. Oh mijn god. Ze is gewoon heel goed. Waarom zegt erop niks? Rob, je bent ook heel boos. Rob, je bent gemuteerd. Oh, sorry. Ja. Ik ben hier, hallo. De vraag, jij zegt... Oh, het was Emily. Af, toch? Nee, was het nou Mila of Emily? Oh mijn god. Heb je in de tussentijd ook Rick even doodgemaakt, of niet? Nee. Dat was Mila. Jawel, het was wel Mila. Oké. De vraag is meer, waar waren jullie? Ik was boven bij... Ja, ik weet niet, bij dat verrekijker ding. Ik weet niet waar ik was. Ik was in Weapons. Oké. Stiekem zijn ze gewoon goed, hoor. En Emily? Ik was bij dat verrekijker ding daar bovenin. Oké. En heeft iemand Rick zien lopen? Nee, ik heb niks gezien. Nee. Oké. Okay. Nee. En wie van jullie twee denken jullie wie het is? Ja, ik denk Emily. Ik denk Mila. Oh, en niemand denkt dat ik het ben? Nee, ik denk Emily. Ik denk Mila. Dit helpt niet. Dit helpt niet. Een meter. Rick, Maris, wat doen jullie maar aan? Wat is dit? Ik moet kiezen. Wie vindt het leukst? Mila, alsjeblieft. Ik weet het zelf ook niet meer. Was het nou Emily of Mila? Oh, volgens mij heeft hij de goede. Het is verschrikkelijk. Het is 100% een gok. Ja, 100% hebben we verloren, Rob. Ja, yes. Het was toch Emily. Oh mijn god. Emily, wauw. Goed gedaan. Wow. Wauw. Jeroen, je hebt gewonnen! Yeah! You did it! Gewonnen, Jeroen! Ik was zo verward. Dit was wel echt heel moeilijk voor je. Maar ik was dus op een gegeven moment Dionne. En dat zaaide zoveel verwarring bij jullie. Ja, jij was het toch wel. Sorry dat ik je een noob heb genoemd. Het was je. Jeroen killde mij ook als allereerst. En dat was ook geen toestel, denk ik. Zou je misschien... Oh ja, je hebt het al gedaan. Ja, ik ga voor maar even. Ik wil wel even één ding zeggen, hè. Als ik de volgende keer vraag wie heeft er niet doorgetrokken, dan geloof ik niemand meer hier thuis. Het antwoord is altijd jijzelf. Ja, dat hoef je niet in de livestream te zeggen. Ik krijg geen gummy bears meer, oké? Oh my, Emily, wat kan jij goed liegen? Oh, ik had het echt zo erg niet. Van wie heeft ze dat? Even serieus. Ja, het enige wat ik hoorde was dit. Maar jij bent het! Nee, jij bent het! Nee, jij bent het! Ja, je moet niet vallen voor hun schattige stemmetjes, want ze zijn echt evil. Ik vond het ook gewoon zielig. Ik dacht dat het Rob was. En ik denk, nee. Naar welke naam er oplichten van de freaking Discord. Maar Jeroen en ik waren het. Ja. Hey Jeroen. Ja, dat is heel goed. Jeroen te hebben. Oké, wacht. Mila begint in elke zin met Mila zegt... Ik hoorde Kitta ook zeggen, Jeroen is noob. Maar Jeroen heeft dingen wel snel door. En dan geloof je. Ja, Jeroen, je doet het echt super. Ja. Je hebt wel gewonnen nu. Ja, nee, maar echt Jeroen, je doet het echt. Hé, maar even wacht. Waar is Fiep? Waar is Fiep? Fiep! Ja, het is leuk. Ik was aan het denken, die kom er aan. Nou, ik ben leuk dat je erbij bent. Zeg maar, die fles limoncello, die heeft me goed gedaan. Ah, dat is het. Kijk. Dan kom ik een beetje los. Ik zie een heel schattig blond staartje. Iedereen heeft steeds dezelfde kleur, want ik ben gewoon eigenlijk. Ook een blonde staart. Oh, een blond staartje. Precies mijn kleur. De code is nog steeds hetzelfde. F. Een string. Nee. K. Is de code hetzelfde of hebben we een andere? Ja, nee, de code is nog steeds hetzelfde. G. Ja, Z. De code is 9, Z. Z. T. Ja, je kan het en niet dicteren. Oh, sorry. Ik denk ik help. Oh, jongens, wat een verwarring. Daar ben ik, jongens. Ik ben er. Oké, ga maar. Start. Ja, klaar voor? Ik heb trouwens wacht even. Ik heb alle rollen op 100% gezet, dus alle rollen zitten er zo meteen in. Oké. Toppie.
Yes, oh, en ik heb hier een ring aan. Guardian Angel. Oh nee, mama. Guardian Angel beschermt degene, de crewmate die als eerste doodgaat, die beschermt de andere crewmates. Dus dan heb je nog jongens, start hem. En vergeet niet te muten. Oké. En vergeet niet te abonneren en te liken. Ja. Doe en een belletje aan te zetten. Jon heeft een like, Din maar even een like. Rob, kan je op Twitch ook liken? Iedereen liken. Hij is live op YouTube. Nu. Crewmate, oké, okay, dus niet als eerste doodgaan. Of juist wel als eerste doodgaan. Oh, leuk, hier een storage. Klein donker hok. Heel veilig. Ja. Jeroen's killknop doet het nog niet. Oké. Dan gaan we weer. Kom op. Doe het. Oh, ik drukte de verkeerde knop in. Op mijn toetsenbord. Whoopsie. Nou, ik krijg helemaal niks mee hierboven. Heb ik hier taken? Nee. Emily, nee. Snel weggaan, snel wegrennen. Attica, een imposter zou daar niet zomaar staan. Ze vertrouwt me niet, oké. Okay. Misschien ook wel eigenlijk. Maar dan zou ze niet zo van me wegrennen, right? Right? Is er hier iemand dood? Nee. Lalala. Met base scan. Komt iemand me vermoorden? Rick, wat doet Rick daar? Rick? Heeft hij nou gevent? Help. Help. Moet ik mee? Ik vertrouw hem niet. Ik vertrouw hem niet. Jou vertrouw ik wel, Attica. Oh, je hebt hier geen taken, oké. Okay. Kom dan. En hier worden we allebei vermoord. Nee, toch niet. Nee, Fiep! Oh! Oh. Nou, ik zag net bij is ze wel... lopen. Jongens, ik zag net mijzelf lopen. Jongens. Oh, huh? Wat? Ik was net ergens bij hokjes en ik zag Rick venten. Toch wel? Ik dacht ook een keer dat ik Rick zag venten, maar. Ja, maar. Ik zag het niet precies gebeuren. Hij kwam gewoon er vanaf lopen. Ik denk dat die een crewmate is die gewoon kan venten, want ik zag hem letterlijk venten. Ja, dat klopt, maar wat heb je aan die skill? Jij kan, als er iets gefixt moet worden, kan jij dat instantly doen van ver af. Nou ja, dat ging ik dus nu proberen, maar ja. Dat kon ik ook als enige bedenken. En je kan dus venten. Je kan Oké. Je bent imposter. Wat was Crea? Attica is veilig in ieder geval. Ja, jongens, het maakt niet zoveel uit wat ze stemmen, want we zijn al bijna klaar op taart. Ja, ik zag bij mijzelf lopen, dus er ligt... Waar was Fiebeck dood? Of is ze er gewoon uit geknikkerd weer? Ja, want nee, ik hoorde wel een puf. Volgens mij dood, jongens. Oké. Ze is dood. Ik heb namelijk het lijk gevonden. Ik heb er namelijk, zeg maar, gerepoord. Oh, oké. Okay. En daarom vraag ik waar iedereen was. Ik zag naar mijzelf lopen, dus er ligt ergens nog zo'n kleedje. Oké, maar waar was je? Waar zag je jezelf lopen? Ja, ergens. Maar ik zag ergens mezelf lopen. Er liep in één keer iemand voorbij.
Nou, iemand. Ik weet niet wie. Maar hij had zich als mij verkleed. Mm. En ik was het zelf niet. Wie zou jou kiezen, denk je? Okay. Mila. 100% zeker. Oké, sinds we... Hoeft niet per se. En we nooit zomaar iedereen ik hoor Emily gewoon liegen. Jongens, ik ben Skippy. Ik lieg niet. Het enige dat ik weet is waar ik het lijk heb gevonden, zag ik 10 seconden daarvoor Kreatchik lopen. Het enige dat ik weet. Dat is het enige dat ik zeg. Ik vermoed Kreatchik ook. Die houden nog net niet. What else is nu? En verder... What else? Let's go. Je bent gewoon zo sus. Ja, maar hoezo eigenlijk altijd? Want ik ben het nu echt niet. Omdat je gewoon als een bent toch Ik ben het nu echt niet. Ik ben het echt niet. Nou. Dit zo. Nu ben ik klaar. We zijn klaar. Ja, nu gaan we kijken wie er doodgaat. Er is nog niemand dood. Oh, Rob is dood! Rob is dood! Oh! No! Waar was de booty? Ik kwam van buiten aflopen, ik liep Kems in en toen zag ik daar zo'n reportknop opkomen. Dus ik ben meteen teruggegaan en toen zag ik daar inderdaad een body liggen. Help report, zeker. Ik denk het wel. Zij is echt vers dood. Twee mensen. Ik zweer het je, nee. Ik was de hele tijd buiten. Ik kwam zelfs helemaal vanaf boven afgelopen. En daar was ik met Emily en met Mila. En Dionne zag ik later buiten nog. En toen ging ik daar Kems in om te kijken of er iemand stond. Maar ik zag het niet. En toen zag ik in één keer een report op en toen ging ik terug. Je en toen was het wel terug ergens naartoe. Ja, ik zweer het je, ik liep er echt net in. Vraag maar, ik was echt een seconde ervoor nog buiten. Ja, en een seconde daarvoor ging Rob dood. Ik kon daar net aanlopen. Wie is de vitals dinges? Wie checkt die vitals? Attica en ik. Attica, je bent gemute! Dan kan je toch zien dat hij misschien nog vet lang dood ligt. Want ik was echt niet. Hij was best wel vers, toch? En ik vind Dionne ook heel erg stil. Oh ja, ik heb niet zoveel te zeggen. Dionne die komt buiten bij... Ik heb al heel lang mijn taken af. Al heel lang. Ik ook. Ik ook. Ja, ik niet. Ik niet. Sorry jongens. Oké, met z'n allen Jeroen beschermen. Ja, ik moet naar de wc, dus ik ben over een paar seconden terug. Nou, dan stem ik wel. Nee. Emily beschermen en Jeroen beschermen. Ik ben toch op Kreatik. Nee, ik ben het niet. Ik zweer het. Maar dat zeg ik net ook, al zei ik de vorige ronde. Ja, dat zeg je altijd eigenlijk. Ongeacht je. Ja, maar ik ben het ook echt niet. Ik zweer het. Ik weet dat het zus klinkt als je er net in loopt. Maar ik heb die reportknop echt, ik kwam in beeld. Maar ik zag niks. Hij lag helemaal zo onder dat tafeltje verstopt. Het is wel waar. Hij was wel moeilijk te vinden. Want ik zag ook de knop oplichten. Ik kon hem ook niet vinden. Nee. Dus ik liep er echt naar 1 seconde in. Maar ik wilde niet op Cams. Ik wilde alleen kijken of er iemand was. En toen zag ik die reportknop. Dus daarom ging ik terug. Maar ik was het echt niet. Ik zweer het. Maar jullie hebben nu allemaal al op mij gestemd waarschijnlijk weer. Ja, sorry. Ik heb al mijn taken al af. Ja, wat was je laatste taak, Mila? Swipe card. Oké. Nou, die had ik in ieder geval laatst gedaan. Guys, come on! Ja, ik kon mijn stem toch niet terugnemen. Ja, maar dan vraag dan meer. Het zijn het al 6 keer hetzelfde. Ben jij het? Nee. Ben jij het? Nee. Ik maak de taak af. Komt goed. Waar is Jeroen? Waar ging Jeroen naartoe? Oh, daar. Hier. Protect Jeroen. Ga je taken doen? Ga je taken doen? Jeroen? Jeroen, ga je taken doen? I'm your biggest fan, I'll follow you till you love me. Paparazzi. Copyright. Ja, ik ga je volgen. Is er al iemand dood? Nee. Ja, je moet hem flippen.
Ja. Je moet zeg maar op dat knopje... Ik zit het uit te leggen, maar hij hoort niks. Oh! Ja. Wat is er onder die? Ja, ik denk... Erik! Ja? Lekker gefant. Ja, dat klopt. Dat, klopt. Dat hadden dat we al, we hadden al vastgesteld dat hij de engineer is. Ja, dat is mijn skill. Serieus? Ja. Nice, Jonne. Oh, wat dan? Sorry. Ja. Maar je hebt het goed gezien. Ja, ik zat op cams, of gewoon op de cams te kijken. En ik zie hem ineens venten, maar dat wist ik niet, sorry. Geef niet, geef niet. Gezegd. Maakt niet uit. Wat ben jij dan? Ik ben, hoe heet het, engineer? Oh. Ja, maar weten we dat zeker? Nee, dat weet je nooit zeker, maar... Ja, zo met deze imposter. Je kan het toch altijd zeggen? Natuurlijk. Ik vind Emily sus. Ja, Jeroen, ik ga je weer stalken. Inderdaad. Oh, dat is swipe card. Ja, die is irritant. Die is irritant. Jamila, hey! Oh. Ik had het tweede potje al gewonnen, dat ik, toen was ik imposter. En toen heb ik gewonnen. Dat zou ik even mededelen met je. Kan je mijn naam zeggen, please? Nee! Oh, die heb ik het al gezegd. Ik ga niet nog een keer doen. Wee-oe-wee. Oh jee, moet je hierheen? Als je mee wilt doen, er is nog een plek vrij. Oh! Arme Emilietje. Ik was aan het venten, zoals ik zo vaak doe. En ik kom in dat kamertje waar je volgens mij brandstof haalt. Of wat is dat? Ja, toch? Dat... Ja. En daar had ik Emily gevonden. Ik geloof Rick niet echt meer. Ik eigenlijk ook niet. Want je kan wel gewoon zeggen dat je de engineer bent, maar waarschijnlijk heeft hij de engineer al gekild. Ja, dat zou kunnen. Is hier van Special Room? Wat? Het was wel 100% kans dat de engineer erin zit. Maar Jeroen en Kitta, jullie zitten ook in elkaar zoeletje. Dat vind ik ook wel. Ja, ze zitten wel de hele tijd bij elkaar. Ik zit Jeroen te beschermen, zodat hij niet gekild wordt. Zodat hij gewoon zijn taken kan doen. He's cheating. Maar jullie weten dat we al 3 rondes lang echt nog maar 1 taakje moeten? Ja. Daarom zit ik dus Jeroen te beschermen. Ik ga voor Rick. Ik geloof het gewoon niet meer. Maar... En hij gaat heel makkelijk mee met de rest. Wat? Hoezo? Ik heb gewoon een beetje op je gelet. Klein beetje. Jullie hebben het zo fout. Echt te grappig. Maar oké. Okay. Ja, dat snap ik. Ik weet niet, ik ga hem skippen. Ja, ik ben het echt niet. Nee. Ik denk het wel. Oh nee. 1 kill en we zijn dood, hè? Jullie zijn echt zo de Sjaak. Wat wil je nou? Oh nee. Hoe word ik nu gekild? Ah, great. Ja, graag gedaan. Ik was het. Jonne gaat op de cams. Ik vind het goed. Ik kan als hier blijven staan. Ah, Mila! No!
Nope, 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 nope. Waar is hij? Hij is een specimen. Hij is een specimen. Nee. Hij zit er in. Oh. Jeroen heeft zijn taak voltooid. Mila speelde mij. Oh, het was Mila. 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 Oh my god. Ah. En wie nog meer? Mila en. Ik had mijn super awesome guardian powers gebruikt, maar echt voor helemaal niets. Maar wie nog meer? Jongens, ik was het! Samen met mama! Ja! Yeah! Oh, met Maris. Zie je? Zie je dat ik het niet was? Ja, want ik zag staan en jij zag meteen de lichten. Het was er wel, omdat je gewoon fan. Dus, mama, ja. Goed gedaan hoor. Ja, zeker. Ja, super goed gedaan. Maar Maris hadden we goed gedaan. Wel door. Maris is nog gemute. Ja, en ik maak kletsen en kletsen. Oh jongens, wat minimum. Erg. Je hebt je wel goed verdedigd. Ja, ik ja, hè. Ik was het echt antieker. Leuk potje. Mila, we hebben wel gewonnen dankzij okay. Jou hoor. Jeroen, ben jij zo traag met die Nee, we hebben niet gewonnen. Hé, hey, het is alleen al wel kwart over tien. Ja, het is wel tijd voor de kinderbedtijd. Eén potje. Kinderbedtijd? Nee, nee. Nog één potje. Nee, dat, dat kun je niet zeggen. Eén potje. Nou hebben ze wel vakantie. Ja, daarom. Precies, zelf vakantie. Wat maakt het uit? Eerst avond. Vallen jullie al in slaap achter de computer of gaat het nog? Nee, ik ben het gaat nog wel hoor. Ik ben echt wel klaar wakker. Ik denk het Mira heeft net nog bijna gewonnen, dus... Oh, ik vond het echt leuk, leuk. Ons eerste laatste potje. Is dat een goeie? Dan doen we nu Ja, en dan doen we zo meteen een laatste potje, dan een allerlaatste potje, en dan echt alle Ja, ja. Jij snapt hem. Oké, hij start. Ik vergeet niet je muziek. En vergeet niet te muten, Nee, jou muten. En vergeet niet te unmuten. Die before death is? Hoe bedoel je? What? Before death. Dat betekent dat ik niet dood ben. Dat is waar. Dat klopt. Oh, beroemd. Was een autocorrectie momentje. Ik zit niet op te letten. Oh, ik moet naar specimen. Wat leuk, wat gezellig. Let's go. Fiep. Ah! Fiep. Oh, ik ben Guardian Angel. Yeah, ik ben de eerste dood. Wacht, ik moet Fiep volgen eigenlijk. Fiep. En dan kan ik protecten. Fiep. Het is echt een killer hoor. Oh. Woo! You're welcome! Oh! Oh, nee! Nee! Ik deed protect! Ik deed protect! Kijk,
Wow. Nou, ze lag buiten. Als je uit dat ruimteschip kwam, dan kwam je daar naar buiten en daar lag mama. Dat klinkt wel ja. Ja, dat klinkt wel heel zielig inderdaad. En ik zag niemand. Er was letterlijk helemaal niemand. Iedereen was weg. Ik was daar met... ook helemaal niet geweest. Met wie was ik daar? Met Mila sowieso? En wie was er nog meer? Was ja, autocorrectie, ja. Ja, ik zag Mila. Maar dat was in een ander gebouw. Ik was net... Ik stond met Attica. Okay. Waar lag Maris? Ik had Rick, die was bij mij in de buurt en die Jonne ook, dus ik denk als je uit dat ruimteschip kwam, waar je in het begin spant, als je daar uitloopt, daar lag mama. Daar buiten. Oh, mama, Maris. Hmm. En Kitta weet ik niet. Ik weet het ook niet. Nee, ik weet het ook niet. Mila, wat heb jij te zeggen? Dat ik papa heb gezien. Stem op Mila. Ik heb één vraag voordat we allemaal gaan stemmen. Of zeg maar, ik bedoel, we mogen stemmen. Ik heb gewoon een vraag. Dion, wij deden samen Fuel. Mm-hmm. En zeg maar, je hebt hem niet afgemaakt. Nee, ik ging heel even wat anders Hoe voelt het nou om all powerful te zijn? Nou, het voelt niet echt als power. Want blijkbaar beschermt het echt maar voor een seconde. Vandaar. Ik heb even gewacht namelijk. Ik dacht van, waarom komt ze niet? Ze hoeft alleen maar eventjes terug te gaan van, oh, mijn keelknop deed het niet. Ik ben gewoon naar rechts gelopen om een andere taak te doen. Oké. Ik schouw het niet, maar goed. Nee. Nou, je mag me in de gaten houden hoor. Want, oh, dankjewel ja, Nia. Ik skip. Ik ben of heel goed in imposter of heel slecht. No in between. Ja, dat niemand die fiepsus. Come on. Een meeloper. Niemand. Nee, dat ben ik. Oh, sorry. Je bent een meeloper, hoor je net? Nee, dat ben ik. Hoor je niet een keer van anderen? Oh, je had het tegen mama. Laat maar. Fiep, waar ben je? Waar is Fiep? Waar is Fiep? Attica en Fiep lopen bij elkaar. Jeroen! Nee! Niet doen! Ik kan niet... Ik kan de protect niet gemaakt. Mag ik trouwens ook gewoon zoiets zeggen? Of moet ik daar per se een meet voor doen? Je hangt er vanaf. Als je gaat zeggen ik ga naar bed, dan mag het. Nee. Dan nee. En ook niet voor mijn ijs. Oh. Mag ik ijs? Nee. Zaken gedaan. Ik heb een medbay scan. Ik weet dat jullie het niet kunnen zien. Maar het is zo. Willen jullie komen kijken? Nee. Nou, ik kom wel kijken hoor. Is er ijs? Ik heb wel wings. Ja, ook. Oh, ik voel me wel heel stoer bij mijn engelenvleugeltjes. Ja, dat is waar. Kom, als jullie komen kijken bij de medbay scan, dan krijgen jullie allemaal een ijsje van me. Yay. Ja. Peter krijg ik ook een ijsje. Een broodje mogen in plaats van een ijsje. Nee, je mag lekker naar bed. Nu, skip, hup, en dan gaan we de medbay scan kijken. Als ik meega als Spook, krijg ik dan ook ijs? Nee. Nee. Jij krijgt geen ijs. Spoken krijgen niks. Spoken krijgen ijs. Ik wil ook Deel, ijs. Deel, stem even. Oh, jou. Hé, hey, joh. Jongens. Ik heb ijs thee. Je hoort het. Jeroen. Ja? Stem even. Ja. Hij zit mij uit te lachen, maar hij stemt zelf ook niet. Zo doe ik dat ook altijd. Kitta is gangster, heel gangster met mijn vleugeltjes. Jop. Flap, 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 nou, flap, Fiep. We gaan het ijs halen. Fiep, kom hier, Fiep. Ja, waar is mijn muis? Halen. Hoezo zie ik mijn muis niet? Oh, hier. Oké. Okay. Ik ben gewoon blind. Oh, zet ik hem nou op Fiep? Nee, ik ben echt gek. En ik kan niet meer protecten. Wat dom. Klaar. Nou, kan ik net zo goed even mijn taken doen. Ja, dan heb ik hem verspeeld. Ik ga je toch volgen. Rob, nee, kijk uit, Rob.
Mm-hmm. Ja, heel veilig daar in de massa, hè? Ja. Ja, dat dacht ik al. Ik voel wel een beetje druk. Nu ik een guardian angel ben. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Attica. Wat doe je? Nee! Nee! Dang it! Het spijt me, sorry. Het lukt me gewoon niet. Het lukt me gewoon niet. Ze kan me niet horen. Het... Waar is ze? Oh, daar is ze. Dit is echt... Maar mijn protect kan ik nog gebruiken. Gek genoeg. En nu niet meer. Nee. Dit is zo... Dit is zo moeilijk. Ik kwam dus net in de in liggen. Ja, ik kwam dus Squirty in. En ik dacht, ja, ik heb een taak af, dus ik ga op de camera. En toen zag ik ineens een report, dus ik was helemaal bang. Dus ik ging kijken en ik zag een body. Oké. Okay. I feel. Nee. Wat zag je? Attica. Dood. Een dood Attica. Oh, ik zag arme Attica. Dood Attica. Fiep is goed ik hoor. Ik zag niemand weglopen. Waar, dus, ja. Sorry, waar was zoals ik al zei, ik vroeg. Ze is echt een moordenaar. Security, oké. Okay. Security. Ik was wel bij iemand bij de lights. Dat wel, maar ik weet niet exact met wie. Volgens mij met. Ja, ik heb de light. Ik heb de lights. Ja, met Mila dan, ja, inderdaad. Klopt. Wat? Ja, ik ben de enige bij level 7. Komt omdat je zo goed kan liegen, Mila. Ik denk dat ik nu ook weer op je ga stemmen. Iedereen gaat dood omdat ik te sloom ben. Nee, Altica ging dood omdat ik te sloom ben. En Maris ging dood omdat ik niet snel genoeg was. Ik ga heel voorzichtig... Of omdat zij niet snel genoeg weg was. Wie? Waarom? Ik ben de hele tijd bij je geweest, man. Oh, sorry. Het spijt me. Wie dan? Op wie gaan jullie? Hallo. Mila. Op ja, Emily. Mila. Op jou. Maar ik... Mila. Allemaal op Mila. Ik niet. I mean... Oh. Wie heeft zijn taken nog niet af? Ik heb een taak nog niet af. Één taak. Ik ook af. Ik moet even mijn taak gewoon volbrengen. Ja, maar wacht even. Ik heb het voor de verandering ook af. Ja, jongens, sorry. Oh. Ik ben het. Wat slecht. Ik val niet eens. Ik val niet alleen in Engels zijn, ik val ook gewoon in crewmates zijn. Sorry. Ik faal echt als een guardian angel. Ja hoor. Want de ene keer was ik te snel en de andere keer was ik te laat. Ja, was het hè, Mila? Het was Fiep. Nou, Fiep. Je mocht het helemaal proberen, Fiep. Waar proberen? Ik stond nog steeds op mute. Het was sowieso Fiep, maar wie was die andere niet. Nou? Huh? Mila. Rob. Mila wel. Werkt die knop niet? Nee, mijn knop werkt nog steeds niet. Oh my god. Ik kon weer helemaal niks. Ik denk dat ik het spel even opnieuw op het opstarten ofzo. Super vervelend. Oh mijn god. Nou, oh wat grappig. Ik stond de hele tijd vlak bij Rob te dansen. En heel te voor zijn neus. Je zat hem gewoon te teasen. Wat gemeen. Ik kunnen uitproberen. Ik was engineer trouwens. Jij was dus die ander. Nou, ik dacht bij mezelf, oh chill, nu vertrouwt Rick me. Dan kan ik de hele tijd die knop proberen. Dus ik had hem ook geremapped. Even kijken of dat werkt. En ik dacht van, oh chill. Dus ik had de hele tijd ik zat de hele tijd te spammen. Maar nee, het werkt niet. Dus ik moet even uit het spel en dan kom ik weer terug. Oh, dat is goed. Nou, dan gaan wij even onze kindjes op bed leggen. Dan doen dat we lijkt me een goed idee. Pauze. Ja, jawel. Dan heb ik heel de oordopjes in de oplader. Ja, het is voorbij. Ja, willen jullie daarna nog een potje doen? Vinden jullie dat nog leuk? Dan zijn wel met z'n achter, maar boeien. En misschien dan in de skelt. Ja, dan wel weer in de kleine... Oké, dan leggen we, zijn we even een hele korte break van 5 minuten en dan zijn we weer terug. Ja, plaspauze! Ja, plaspauze, breakpauze! Slaap lekker, meiden! En dan zijn we zo terug. Oké, doei! Doei!
Dat hey, liefie. Het verhaal. Gaan we door? Hey, Fiep, jij hoort niet weg te gaan. Ja, maar even korte pauze. Leg even wijn. Dan ga ik ook een appel met jou. Ja, even wijn in schenken. En dan doen we daarna nog een potje. Doei. 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 Ik ga even een plaspauze houden. Crabrave of Crabrave. Oh. Vibe moment? Oké, we gaan een vibe moment halen. Houden. Let's go. Even, ik moet even Crabrave opzoeken. En gaan we gewoon lekker viben. Yeah. Oh. Let's go. Hier, ik heb hem gevonden. Oké. Lekker op maximale. Zo hard mogelijk. Yeah! Oké. Dat mag ook. Je mag ook naar de wc. Of je kan op de wc en dan dansen op de wc. Yeah! Iedereen viben. Iedereen dansen. We gaan helemaal los. Lekker! Met z'n allemaal viben. Met z'n allen. Party. Party. Cringe, ja. Yeah. Boeien. Volle vibe. Helikopter. Ja. Iedereen naar de wc. Ik. Ja, precies. Oh, ik heb het zo warm. Zieke dansmoves. Ja. Jullie ook. Degene die mee hebben gedaan. Ik snap niet waarom je nog niet meedoet met Dancing with the Stars. Oh ja, ik moet ook naar de wc. Oké. Ik ga plassen. Ik zet de muziek weer aan. Zo. En dan ga ik naar de wc. Voel je vrij om mee te doen. We gaan allemaal plassen. Tenzij je dat hebt gedaan in het vibe momentje, dan hoef je niet meer. Tot straks, dit duurt even een minuutje. Tenzij ik op mijn telefoon ga zitten.
Lekker, lekker. Hé, hey, dat is een leuke overgang met je klauwtjes. Schattig. Ja, leuk. Dion is er ook weer. Hè? Ja, schattig. Ja, dat is heel goed. Mm-hmm. Nou, wat raar. Ik zou ze weer... Ik had de muziek aangezet. We hebben pauze. Maar de muziek was niet ingesteld in de scène van... Wat? Ben zo terug. We hebben een nieuwe dus, oh, ja. Ja. Ja, ik weet niet. Dit is Jesse's schuld. We gaan met z'n allen Jesse de schuld geven. Jesse protesteert. Ik vind het wel echt heel stellig. Ik denk het mee eens. Ja. Hey, is dit het moment ja, voor dit de... is leuk. We hebben allemaal een meditatiemomentje gehad. Oh, hallo daar. Oh, de nieuwe code komt eraan. Oké. Is dat nu, zeg maar, Twitch, ja, en, YouTube, Twitch en YouTube en zo? Ik heb jou gepromoot al helemaal in het begin, zelfs tussendoor. Maar doe het, doe het. Rick heeft gelijk trouwens. Ik ben ook live op YouTube, maar ik ben verstopt. Oh. Oh. Nu net tussendoor, tijdens de pauze? Of, Nee. Ik ben de hele tijd al live. Alleen... Oh. Mijn stream is verstopt. De link is alleen te vinden in mijn Discord of via mijn Instagram. Huh? Ja, ja, ja. Ja, hoe zou dat? Jongens, ik ben één mysterie. Hoe dan? Of heb je dat expres zo even aangezet? Even naar je dat kamer lopen dan weer terug. Omdat ja. Midden in mijn plas. Dus ik wilde het oorspronkelijk op mijn Discord streamen. Ja, zelfs al wou ik het, ik zou niet weten hoe je dat moet instellen. Ik ben jullie aan het bellen. Oh ja, oh, ja, natuurlijk. Dus ja, dat gaat helemaal niet. Dus toen ga je met ons streamen. Dus toen dacht ik echt van shit. Ik vanmiddag dacht ik, moet het anders oplossen. Dus toen dacht ik, dit is de oplossing. Super chill. Ja, Maar ik ben inderdaad wel vaker online op mijn Twitch. Dat is tegenwoordig wel meer. Ja, snap ik. En daar doe je het altijd inderdaad. In het Engels. Dus wat rusten, Jolande. In het Nederlands stream, snap ik ook. Ja, maar ik vind het wel leuk dat je alsnog meedoet dan toch? Ja, ik wil er graag gewoon meedoen, want ik vind het wel gewoon gezellig natuurlijk. En op mijn YouTube ben ik op dit moment vooral vaak gewoon veel verschillende games aan het uitproberen. En dat doe ik ook meestal in het Engels, dus hè. Is verwarrend. Wauw, Rick, jij bent moderator bij mij. Dat wist ik helemaal niet. Hey, Adinda en Attika zijn ook. Ja, ik heb mijn mond. Luister niet naar mijn mond, jongens. Mijn mond zit vol met Twix. Oh, jouw mond is zo. Oh, wauw. Oh. Dat was even de pauze. We kunnen moeilijk beginnen met mijn vier mensen in de dinges. Ik heb het allemaal opgenomen. Hoe heet Rob op Insta? Volgens mij Robux Cube Official. Dat zijn juist deze deze tussenmomenten. Nee, andersom. Ja, official Rubik's, dat zeg ik altijd, official Rubik's Cube. En dan met een laag streepje eronder. Dat is die. Zo heet Rob op Insta. Dat is gewoon de chemie die we hebben met elkaar. Professional gewoon entertainment. Exactly. Precies. Professional. Ja. Oh, maar daarom heb ik het ook zo gemist. En het was, we waren allemaal deze game zo zat. En snapte ik ook. Want ik ook. En we zijn eigenlijk al zo lang op zoek naar een game die we met z'n allen kunnen doen. Maar het is best wel moeilijk. Het is toch niet zoals dit of zo. Er komen wel eens spellen uit. Ik heb laatst een spel gespeeld. Dat zit in mijn laatste YouTube-filmpje. Daar moet je eigenlijk even kijken, want ik speel samen met Meili. Oh, ik ga kijken. En het is super grappig. Het is, en met hoeveel kan je dat spelen dan? Ja, dat weet ik dus niet zeker, want wij spelen dus met z'n tweeën. Het heet Flink to the Finish. Oké, okay. Dat zegt me helemaal niks. Ja, het is nog een early access. Oh, oké. Okay. Maar het zit in mijn laatste filmpje, ik speel daar 6 spellen. En een van die 6, daar speel ik dus met Meli, speel ik dat spel. Je moet het even kijken, dat is echt mega grappig. Oké, okay, nou, ik ga checken. Als we het namelijk niet met meer mensen kunnen spelen, ik raad het dan alsnog aan. Maar het is nog wel een early access, dus zeg maar... Oh, maar leuk. Maar het is wel echt een superleuk spel. Het is echt gewoon, lachen gewoon. Je maakt me nu wel nieuwsgierig. Ja, en anders hebben we Pico Park. Dat is toch wel het enige wat... Of dat nou leuk is, I don't know. Dat heb ik je eerder zien spelen, maar wat dat nou is... Dat, mijn Snapchat is Kitta DIY gewoon aan elkaar. Ik heb het nooit gespeeld, ik heb geen maar, idee. Maar ik doe er letterlijk niks mee. Ik post daar niks op. Ik game voor 8 gamers, dus dat ik dacht, dat is dan misschien wel leuk. En moet je ook een beetje samenwerken en zo. Maar of het leuk is, I don't know. Ik gebruik Snapchat eigenlijk alleen om te kijken wat ik precies een jaar geleden deed. Ik vind het in ieder geval gezellig. Maar voor de rest helemaal niks. Ik pak heel eventjes trouwens wat water nog. En dan ben ik er op zich misschien ook nog. Volgens mij alleen Dionne is er nog niet en Philips is er nog niet. Jawel. I'm here. Oh, niet in de lobby. Oh, jezus. Okay, wacht, pak even water hoor, momentje. Best ik ben terug. Nog niet in de lobby.
Ja, ik weet echt niet waar mijn telefoon. Deze stream kan je terugkijken. Je kan al mijn streams terugkijken hier op dit kanaal. Dat Flink to the Finish kan van online, zeg maar, tot 16 spelers. Ja, dat dacht ik al. Want volgens mij kan je dus met elkaar, zeg maar, racen. En teams van 2. Ja, dit moeten we spelen. Ben ik weer? I am not kidding. Dat spel moeten wij spelen, met z'n allen, op stream. Dat is zo freaking grappig. Oh, Rob heeft wel, Rob weet wel alle leuke spellen, moet ik zeggen. Oké, nice. Rob, we houden contact. Ik speel sowieso 12 nieuwe games per maand, jongens. Dat bedoel ik. Heb je allemaal abonnementen bij games dan? Hey, yes. Ik weet niet waarom, maar ik raak niet in games. Nog steeds Europa? Of is het Noord-Amerika nu? Dus zijn je naar een feebloze area gegaan? Geen idee. Ik weet nog steeds niet waar die op staat. Staat dat links ergens? Heb je de code goed getypt? Het is niet een cijfer, maar een letter. Misschien ik gok dat het Noord-Amerika was dan. Oké, de code is WZ K T E A X. Oh my god, manneke. Zo erg not helping. En kom je er echt nee, ik ga gewoon in Noord-Amerika zitten, wacht. Hey, trouwens. Europa moet hij volgens mij. Rick? Ja? Europa? Really? Ik zie je er net heel even was. Wat vond je van de bordspellen op de achtergrond? Wacht. Wat vond ik Europa, ja, het is Europa. De bordspellen, achterman. Ja, dat ziet er goed uit. Ja. Oh, dat was iets te close. Dit is de helft van mijn collectie. Oké, dat is niet niks. Ik had bijna de code exposed. Ik zeg het ook met enige shame. Wat? Ik hoorde mijn naam. Dat jij er als enige nog niet in bent in de lobby, lukt nog steeds niet. Het is Europa. Geef me één minuut, het komt goed. Nee, ik krijg je paniek. Fiefs! Oh, ik heb trouwens wel ik heb dat Web 2 imposters aanstaan. Dus misschien een beetje overkill. Jezus. Nee, ja, stop. Ik heb het geluid van mijn telefoon en beeld van mijn laptop. Alleen het loopt niet gelijk. Oh. Wacht, ik ga kijken. Oh nee, inpassen. No. Ik ga aanpassen eentje. Hi there. I'm in. Hey there. Ah, hoi. Oh my god, Jeroen, I love your look. Ja, Jeroen heeft echt een heerlijke look. Lekker zo'n eindje in je hoofd. Ik vind het geweldig. Hij heeft ook een hele goede stijl in real life. Kunnen we morgen ook nog even. Oh, daar gaan we. Oh. Is dat iets? Oeps. Oh nee. Ik drukte gewoon voor een kop. Jongens, kijk nou hoe ik eruit zie. Dit kan toch niet? Ik was al klaar. Het was ook niet toen we moeten draaien. Oh cool, ik ben een dinges. Yeah, ik kan altijd fighters checken. Jij hebt echt veel Twixjes gegeten. Het stringetje is niet eens meer te zien onder al dat groene vet. Jij bent nog echt een kerel. Oh wow. Ik wilde nog de matchende hoed erbij. Moeten we nog even terug of... Nee. Deze look is goed. Eén imposter. Oké. Gingen we nog muten trouwens? Ja, laten we gewoon lekker alles. Oh, hey, moet je kijken, daar gaat iemand dood. Oh, nee. Wel, er loopt hier een dikke kerstboom, jongen. Oké, ik ga muten. What? Ja, je hoeft... Zagen jullie dat? Ze zat gewoon... Hij zat te transformen. Peta is dood. Peta? Waar? Ja, ik. Ik ben dood. Wacht, waar? Laat me even denken, oké? Jullie geven mij zoveel stress. In welke map zit hij überhaupt? Oké. Nee, stress is niet nodig. Het was in de hal. Zo bij Electrical. In die hal. Ah, ik had net zo'n coole rol. Maar nu heb ik nog steeds een coole rol. Tussen security en electrical, zo dat haal het. Maar hier ben ik niet goed in! Ja. Dit ging echt pijlsnel. Ik ga het proberen. Nee, ja, ging die sowieso niet Rick, want ik ben heel met Rick geweest. We praten allemaal door elkaar. Ik was halverwege mijn doolhofje. Ja, Rick en ik waren samen richting Laboratory kant op gelopen. Dus hij is eigenlijk niemand gezien. Ik was 1 seconde. Ja, ik ben nu al dood. Ik ben inderdaad nu al dood. Maar nu heb ik wel weer die coole vleugeltjes. Hehe. Nee, jij bent kijk, en Rob goed. Kan het niet zijn, want Rob die kan nog steeds niet killen waarschijnlijk. Nee, kijk, jullie waren bezig over de kerst. Nee, Jeroen heeft me vermoord. En ik was even uit de war en toen ineens lag Adim daar voor mij. Boom. Dat klinkt heel sus, Fiep. Ik was het niet. Dat klinkt heel sus. Dat ging wel heel snel. Nu wordt ze eruit gestemd. Ja, sowieso. Sowieso Febe. Nee. Nee. Febe is toch ook best wel terughoudend.
Ja, dankjewel. Ja, dank je wel. Ik heb weinig level 6, dat vind ik ook sus. Wie? Dus ik zeg, dat laten we gaan opnemen. Nee, ik vind dat... Nee, onzin. Niet meer leuk. Nee, wat is er gebaseerd? Crea, heb je iets verbergen? Nee joh. Ik zit gewoon de afleiding heb je aan mij gestemd? Ik heb geskipt. Maries, heb je aan mij gestemd? Nee, ik heb geskipt. Zijn ze de regel vergeten om op 7 te stemmen? Ja, of nee, niet te stemmen bedoel ik. Juist niet stemmen. Skip, oh mijn god. Jongens. Ik wist ook helemaal niet dat dit zo'n potje was. Oké. Ik heb niet gestemd op jou. Het is Bibi, dat weet iedereen. Ja, toch? Het is gewoon Bibi. Iemand speelt dan zijn uit, jongens. Dit klopt niet. De imposters, hè. De imposters. Er is maar één imposter. Nou, ik ga nu muten. Het ziet er echt achterlijk uit. Oh ja, er is maar één imposter. Niks muten! Robert zit aan te kletsen! Ja jongens, sorry Rob jongens, heeft iets te zeggen. Het is hartstikke duidelijk. Wat? Ja, er loopt een kerstboom rond. Hallo! Laten we even eerlijk zijn met z'n allen. Het kan gewoon niet. Oh, is er maar één imposter? Gasmasker op. Ik was nog niet eens klaar. Nee, dan kunnen ze gewoon lekker Fiep eruit stemmen. Het is wel pestgedrag. Nieuwe mogelijkheden. Helemaal aangekomen in de coronatijd. 2021 is bijna voorbij. Het is klaar. Ik weet het. Kijk, het weet je wat gewoon... Ja toch, mijn vleugeltjes zijn hartstikke sick. Het is ineens iets minder een... Beledig mij maar eens niet zo. Ik stem op Rob. Ik ook. Waarom? Iets minder een... Ik voel aan alle vibes. Ik kan niet meer denken. Nee, Rob! Eruit! No! Dat krijg je als je de kerstboom pest. Karma! Kerstboom karma! Oh, moet je kijken, dat is het is iets minder een schande wanneer je als eerste doodgaat, want dan kan je tenminste de vleugeltjes doen. Oh, kijk. Ga ik hem gewoon lekker achtervolgen, hè? Ja. Ga ik hem moeilijk voor je maken. Gaat hij nu hier... Nu gaat hij lekker killen natuurlijk, ja. Oh, natuurlijk is hij Dionne. Ren! Nee! No! maar ik heb het dit keer is wel een achtervolging geweest in plaats van dat het, dat ik het meteen verkeerd deed. Ja, daar is niemand. Toch? Nee. Is hij weer Dionne? Nee, Fiep! 16, 15, ren sneller. Ren sneller, goed zo. Hij gaat nog steeds achter je aan. Nog steeds gewoon. Oh! She's a runner, wat een kills. Ik stond op camps en ik zag Attica buiten liggen. Oh. Voor office lag zij. Ik was er onderweg naartoe. Dionne. Ik heb het gezien. Oh, ja. Dat jij dat deed in ieder geval. Het was die bosjes, man. Niet die kill, hè? Niet die kill. Ik was ook met Rick, ik ben safe. Maar ik zag op camps dat Attica daar dood lag. Waar lag ze? Attica, die lag buiten, net bij office, zeg maar. Dat, vanaf de linkerkant, voor de deur, was ze dood. Ik wilde daarheen. Camera Zuid. Oh, dat heeft blijkbaar Camera Zuid, maar dat wist ik niet. Ik zag het toevallig. Oké. En nu is blijkbaar is... wie is er nou nog meer dood? Rob? Nee. Kitta? Febe? Wie is er dood? Iedereen is dood. Stiont nog op 10. Nou, ik weet dat jij het niet bent. Nee. En ik vind Jeroen heel stil. Oeh, Moze, ik weet niet of Jeroen een zelfreport zou doen. Maar dan heb je wel heel veel... Maar kan Jeroen ook zo snel zoveel kills maken? Ja, hij is wel, hij leert wel extra snel. Materialen ik voor denk nodig. Dat Jeroen inmiddels al beter wat wel cool is eigenlijk. ik was... Ja, Mozaïek, was een cool. Taak aan het doen die ik niet goed kan vinden. Maar wat ik ga ik dus dan mozaïeken? Ik ben dat ik die op die kaart kan kijken. Oh, als ik ooit een huis weet te krijgen, dan kan ik misschien iets mozaïeken in de badkamer. Die boom.
Oh ja. Wat als, wat als je in de douche je tegels eruit haalt en in plaats daarvan een mozaïek van een oog erin zet, zodat iemand naar je kont zit te kijken hoe je staat te douchen. Sorry, ik zit echt te praten over niks terwijl ze een ergens anders over hebben. Ik volg het ook totaal niet. Ik ben gelukkig wel gemute, ik moest even checken. Of Jeroen kan echt wel... Of Jeroen kan echt... Nee, die jongen! Nee! Dan doet hij het wel echt goed, hoor. Nee, hij heeft ze gewoon te pakken. Nee. Come and get me in my pita. Was it me? No! Jeroen played us all! Oh no! Oh no! Oh no! Ren! Oh, wie is er sneller? Blijf uit de buurt, blijf uit de buurt! Zeg, ken jij de bosjes, man? Ja! Het is Jeroen. Ik weet het zeker. Zo, dat hebben ze nog net overleefd. Lachen boven. Of jij bent het. Nee, ik ben het zeker niet. Kan ik je wel vertellen. Maar Jeroen, wat ben je lekker bezig dan, joh? Ja, ja. Yo! Oké, het is officieel. Jeroen is inmiddels al beter dan ik ben. I quit. Ja, ik heb gestemd, hoor. Ik ook. Ik Tja. Ja. Een goeie. Ja, stiekem snapt hij het wel heel goed. Hij heeft gewoon heel veel, video's gekeken. Het mooiste was, ik heb de eerste ronde, liep ik heel de tijd rond als die jongen. Ja, ik zag het. Ik heb je zitten stalken. Hoe werkt dat nou als shapeshifter? Is dat een beetje makkelijk om gewoon zo'n andere skin te nemen? Je kan gewoon iemand kiezen. En daar shapeshift je dan in. Zonde. Maar het is wel voor een bepaalde tijd. En dan verander je ook weer terug. Het ging best goed. Oh, oké. En wat laat je nou voor restjes achter dan? Hij wilde heet het mij zijn, hè? Ja. Hij vreemd mij helemaal de moeder. Dat willen we allemaal, Dionne. Dat willen we allemaal. Ja, nu kijk, zo had het moeten zijn. Ik bom mijn stream nog even uit. Oh my god, je bent een monster. Hallo? Ja, ik ben er weer. Ik heb net op aangaan. Raar. Rick is letterlijk het moerasmonster. Oh my god. Oh, wat erg dit. Maar ik heb. Hij is wel heel mooi. Je kunt het unlocken. Je hebt toch die Mira Cosmic Cube aangezet? Nee, joh. Ja? Nee. Hoe doe je dat? Heb ik niet aangezet. Oh, die moet je activaten en dan krijg je punten. Ja, komt hij nu mee aan het einde van de avond? Jezus! Wat doe ik dan met die bonen die ik allemaal heb verzameld tot nu toe? Ik vind wat jij met je bonen doet, dat hoef ik ook allemaal niet te weten. Maar wat moet je met die bonen doen? Ja, ik wil toch iets met die bonen? Ik ga toch niet de chili con carne maken of zo? Wat de hel? Ja, daar is het voor! Wat moet ik met die bonen? Ja, ik zou wel wat chili con carne lusten eigenlijk. Ja, wanneer lust hij niks? Jawel, Oreo's en wijn. Even maar, heb je ook een lekker schaal bij die jongens, schat. Nou moeten we dit dan nog een keer spelen, want nu hebben we niks met die bonen. En eieren. Hoor, bij de, ik ga toetjes bestellen bij de bonen. Alleen nog spek. Blijkbaar spek en bonen. Hebben we niks gekregen voor die bonen. De bonen straks. En dan ging het ook bonen. Die zegt gewoon even niks. Die haalt ons gewoon. Ja, zodat hij als enige broccoli man. Beans. Jonama broccoli. Rick is mijn broccoli. Hey, maar ik kan ook, kijk, wacht, ik kan ook echt een heel vet pak. Een business skirt kan ik aandoen. Ja, goed, ik vind het wel echt heel mooi. Waar kunnen jullie dat kopen? Want ik kan helemaal geen moer. Oké, als je naar je costumes gaat, als je hem gaat bewerken. Rick was de imposter of this complete thing. Niemand heeft het ontdekt behalve Rick. En Rick wilde het niet delen met mensen. Ik was er. Nee, ik hoef geen imposter te zijn. Genoeg stress. En dan zie je helemaal rechts zie je die vier blokjes. Die blauwe, groene, gele en rode. Bovenin een tapje. Groene, gele, rode. Ja, dat moet je eerst nog activeren. En dan moet je daar blijkbaar activate doen. En dan unlock je dus allemaal skins. Maar dat vertelde Rick pas het einde van de avond. Ja hoor. Sorry, ik kom er ook pas halverwege achter. Ik dacht iedereen is dat al aan het doen. Dat was het einde van de avond. Hoe kom je dan aan dat haar? In de chat zegt ook, Rick, Ravelamp, zus. Mee eens. Hoe kom je aan dat haar? Dat ik je dat zo had gehaald. Oh, ik zie het. Nou, wat leuk. Wat? Ik heb helemaal niks. Maar dit zijn niet die bonen. Oh. Dit zijn helemaal die bonen niet. Nee, dit zijn die bonen niet. Dit zijn andere dingen die je krijgt. Je hebt die skin gevolgd. Je hebt die broeken.
Haal die silicon carne van het vuur, snel! Ja, we hebben het hele verhaal over silicon carne en je zegt niks. Het zijn een soort van glasplaatjes. Hoe kom je daaraan dan? Ja, door hem te activeren en te spelen. Oké, maar wat doe ik dan met die bonen? Ja, niks! Helemaal niks! Ergens waar ik het niet kan zien. Oké, weet je het zeker? Oké, ik kan in mijn bush. Stop hem maar in het bosje. Oh, jongens, als ik ze eet, komen ze vanzelf. Blijf in mijn buurt. Jongens, ik ga hem starten hoor. Kom maar op. He. Nou, dat gaat zo. Verhaal over bonen en glasplaatjes. Gaan we. Oké, waar hadden zij het allemaal over? Oké, ik heb geen bos. Heb ik een rol? Nee. Crewmate. Jeroen snapt het nog steeds niet. Oh jawel. Nee, toch niet. Oh, verkeerde. Nou, hij heeft me niet vermoord. Dat is wel fijn. Ah! Stond ik daar ondersteboven? Prachtig. Niemand dood. Great. Oh. Ik ben dom. Ik was niet snel genoeg. Oké. Ik wou even checken of er niemand in de dingen zit. Rick heeft me net niet vermoord, dus dat zal hij nu ook wel niet doen. Rick is safe. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh, laat maar. We zijn er nog. We leven. Help! Nee. Jongens. Dag, jongens. Ik heb er vermoord. Tenminste, zo lijkt het. Oké. Okay. Het is Kitta. Wat? Oké. Okay. Rick, waarom heb jij als enige een bosjesachtergrond? Ja, omdat ik dat heb. Ik vind het heel cool. Hij in de bos. Jij bent echt de moerasmonster van de avond. Letterlijk een moerasmonster. Ja, maar ja, dat ik... De look waar ik voor ging. Maar hey, ik heb er gevonden. Ik dacht, ik ga nog even snel vitals checken. En toen lag daar iemand. Wacht, wat? Hè? Skippen we gewoon het feit dat Kitta zegt dat Kitta heeft gezien? Ja, maar ik ga ervan uit dat ze bedoelt dat er een... Ja, ik ben mezelf tegengekomen, maar ik ben niet vermoord. Ik ben jou ook tegengekomen, maar ben ik jou tegengekomen of de andere wij, jou? Wij waren wel samen in Specimen. Wanneer kwam iemand anders tegen? Dat is een goede vraag. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Dat is een goede vraag. Want dan kan ik al wel wat mensen uitstaan. Wanneer kwam je jezelf tegen? Hoe lang geleden ongeveer? Dus net eigenlijk. Even liggen op de bank. Oké, nou dan denk ik dat Rob als even... Vertel eens. Zag ik namelijk bij O2 de hele tijd. De hele tijd. Ik vind eigenlijk dat Rick moet stemmen alleen voor dat achtergrondje. Nee. Nee. Daarop gebaseerd denk ik dat het Jeroen is. Maar omdat je zo snel wijst, denk ik nu nog meer dat jij... Jeroen zou juist onder die zijn. Nu opeens denk je dat ik het ben, maar net dat het Rick was. Nu, ik stem op Fiep. Nee, is een grapje. Ja, gewoon omdat het kan. Niet omdat het moet. Maar niemand weet het, dus. Nee, ja, ik weet het niet. Ik was helemaal aan de andere kant bij O2. Maar ik heb de lights gefixt. O2. We waren bij O2. Ja, met z'n toe. Met z'n toe, O2. Met z'n toe bij O2. Team. You know. Attica, waar was jij? Ik was onder een laboratory. Oh, dat kan niet, want daar was ik.
trouwens. Oh. Dus het is Attica. Ik was er nog niet. Ik was onderweg. Waarom is het Attica? Want ik was daar met Dionne en ik kwam Dionne daar volgens mij tegen. Oh, ik denk oh Rick, zo boos. Hoezo zijn er nou twee stemmen op Rick? Come on. Come on. Voor de lol. We are jealous. Oh, jongens. Is een straf voor het ons niet vertellen Attica. Van deze mooie unlock dingetjes. Nou, mooi, mooi, hè? Pew, 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 pew. Ik vertrouw niemand meer. Ik vertrouw Rick. Maar voor de rest, nope. Er liep iemand... Oh, Jeroen vertrouw ik ook niet trouwens. Ik moet hier naar links. Replace water jug. Oké. Okay. Hey, ik heb gewoon een bodyguard. Ik heb een bodyguard. Een bosjes guard. Ja. Als de imposter nou zich voordoet als Rick, dan hebben we een probleem. No! Ja. Oh, die had ik even niet zien aankomen, dat er iemand dood was. Ik schrok me helemaal de freaking hell. Ik heb volgens mij twee Jeroens gezien. Oh. Want ik was met Kitta. Ja, dat is natuurlijk wel heel slim om, zich, om je dan te vermommen als mij, nadat we de discussie net hadden. Wacht. Maar waarom denk je dat je twee Jeroenen hebt gezien? Nou, luister, ik was met Kitta, want ik liep de hele tijd achter Kitta aan. En toen zag ik Jeroen ergens beneden in... even kijken. Ja, ik was bij die Tesla coil, die was ik aan het oplossen, die duurde heel lang. En ik was nu, net heb ik die blaadjes gedaan en ik wilde nu weer naar rechtsboven gaan om daar mijn laatste... klus op te lossen. En waar liep je dan? Toen ik liep links onderin bij dat Tesla coil ding. Ik weet niet of iemand Red Alert heeft gespeeld. Maar... Ja, zeker. Je bedoelt, yes, Red Alert, yes! Ja. Wanneer gaan we Red Alert spelen? Yes! Yes. Dan ben ik weer dood. Oh, lekker. Ja, nou daar dus. Dus... Maar, want ik kwam je tegen in... Oh, als het onscherp is, dan moet je misschien eventjes refreshen. Bij Vitals. Dus dan heb ik je twee keer gezien. Ja, dat betekent ook dat jij het niet bent. Het enige dat ik weet is dat Jeroen Red Alert kent. Het is sowieso niet Jeroen. Ik heb een vouch voor Jeroen. Jeroen is sowieso niet. Hij is safe, hij is fantastisch. Oké, klaar. Einde discussie. Maar dan is de vraag, wie is er nu vermomd? Dus het is sowieso Rick. Nee, come on. Rick of Attica, denk ik. Rick of Attica, maar ik ga eerst voor Rick. Ik denk eerder Attica dan. Ja, kijk, dus ik ging naar... ik ging zo die ene taak doen met die kaart. En Attica kwam zo aangewandeld en ze ging naar die vind en ze zag mij. En ineens wandelde ze terug weg van die vind. Precies, of er was niets gebeurd. Kijk, dat is nou hartstikke sus. Ik ga voor Attica. Sorry, Attica. Sorry, Attica. Attica denkt, ik heb hier niets meer op te zeggen. Love you, Attica. Laat maar. I love you. Precies. Ik wilde nog een kans geven, maar ze heeft zelf ook op zichzelf gestemd, of niet? Nee, ze heeft niet gestemd. Waarom zegt ze niks? Ze is aan het lachen. Ligt er wifi eruit? No, jongen. Nee. Oh, daar ben je. Ik wil gewoon niks zeggen. Lekker. Ik werd gekild door Shapeshifter Jeroen en die bewoog heel vreemd. Want Shapeshifter Jeroen die liep achteruit, namelijk. Maar dat kan niet. Kijk, zie, je kan niet achteruit lopen. Maar dat Jeroen, Shapeshifter Jeroen, liep achteruit. Dus Shapeshifter Jeroen. Ze doen wel raar. Dus Shapeshifter Jeroen was motorisch niet helemaal in orde. Shapeshifter Jeroen. Of er zit geen water hier in mijn flesje, dat kan ook. Oh, dirty Shapeshifter Jeroen. Hé, maar hoe krijg ik nou die coole outfit? Ik kan alleen maar zo'n stoel. Je moet gewoon shapeshiften. Er zijn paarse kristalletjes. Waar je naartoe kan. Dit pakje is zo schattig. Ik heb het unlocked, maar ik krijg het niet. Oh, snap. Ik kan wat kopen. Kijk, ik heb ik ben ook van dingen kopen.
Kijk, en dan... Je moet eerst dat hoofddeksel doen en dan gaat hij een stapje verder. En dan kan je naar de volgende... Je hebt een pakje persiksap. Hé, maar hoe kan dit? Want bij mij staat alles op zwart. Ik kan niks kopen. Je moet sowieso eerst of de linkerkant of de rechterkant op knap start. Oh, je moet gewoon door unlocken, zeg maar. Ja, het is echt zo'n boom. Wat? Kijk, ik wil die bad sticker, want die heb ik echt nodig. Hoezo werkt die niet? Oh, hij werkt wel. Oké. Something went wrong with this transaction. Please try again. Ja, je moet gewoon een paar keer proberen. Dat doet hij de hele tijd. Ja. Dat bord is slippery when wet. Die moet ik dus eerst kopen voordat ik naar de volgende ga. Ja. Ja. Oké, ik wil dat melkpakje. Maar ik heb niet genoeg plaatjes. Maar zoals heel veel andere games. Ah, jongens, ik moet nog een potje doen, want ik wil een rode string. Dus ik heb meer cubicles dingen. Oh, je kan de nameplate veranderen. Ik heb een rode string. Ja, ik heb een rode string. En dan heb ik ook een bad sticker. En goon. Ja, die is ook leuk, hè? Die is leuk. Oké, gaan we nog? Ja. Ja, dat is een hele mooie hoofddeksel. Party hardy, let's go, let's do it. Holy shit! You can tell by the way I use my walker. Niemand die keys faked? Nee, oké. Don't kill me, please. Waarom zit je bij... Can you not? Oh, I don't need to wait. Oké. Nou, dan gaan we even op dat dingetje doen, hè? Even... Oh, Rick staat er al. Oké. Even aan de andere kant dat dingetje doen, hè? Ja! Oh, wie staat hier? Mevrouw Chick. Ja. Staat ze hier nog? Nee. Ah! Oh. Oké. Nee! Ja, hallo. Nee, Jeroen. Nou, ik heb dus... Nee! Oké, ik stem op Rob. Ik heb namelijk zo'n vitals ding, want ik ben scientist. Oh, oké. En ik zag echt heel vers. Ik pakte net mijn mobieltje. Ik deed net aan. En precies op dat moment ging Jeroen dood. Dus het is heel vers. Dus wie was er in de buurt van Jeroen? Of heeft iets gezien? Of vitals? Waar was Maar ja, wat hebben we hier nu aan? Ja, ik wou net zeggen, want waar was hij? Oké, wie heeft er allemaal een alibi? Dat weet ik niet, maar wie was er met wie? Want als je kan zeggen, ik was de hele tijd met die was het dan sowieso niet. Dan kunnen we al uitsluiten. Ik zat in een laboratory. Ik heb, ja, Dionne daar gezien. Maar... Ik jou ook, met je bladderige zakkie. Wat? Ik was, Pardon me? ik zat die oxygen tanks te vullen. En Attica stond bij de boom. Oh, geweldig. Maar was je met iemand? Kan je voor iemand vouchen? Ik was met Attica. Ik zat oxygen tanks te vullen en Attica stond bij de boom, maar daarna ben ik er kwijtgeraakt. Ja, ik wou net zeggen, nu kan ik dus zeg maar, puur alleen omdat ik alleen ben ik zus. Echt wel, ja. Dat is gewoon wat het is. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Ik denk dat is het enige wat ik kan doen als ik scientist ben, toch? Wat is anders mijn doel? Nee, ik bedoel meer, zeg maar, ik was alleen, maar ik heb niemand gezien. Ik heb Jeroen ook niet gezien. We weten niet eens waar die dood is gegaan. Ja, volgens mij een admin. Nee. Oké, gebaseerd op... Mijn chat. Ja, hallo. Zo werkt het niet, hè? Nee. Mijn
chat had iets gezien dat ik weer eens niet zag. Maar oké, okay, ik zal dan, weet ik niet. Oké, okay. Ja, ik weet het niet, to be honest. Rob, was je in admin? Nee. Oh nee, dan ben je het niet, denk ik. Waar was Fiep? Ik heb die Asteroid Shuki unit gedaan. Oh. Ik moet even sorry zeggen, hoorde je het intense geluid? Dat was mijn... Nee. Oh god. We hoorden niks. Nou, ik doe skip hoor. Ik vind het niet handig. Ja, sorry, ik weet niet wat ik anders met mijn functie moet. Ja, maar dat is toch hetzelfde als met dat hoor je dat. Hey, wie stemt erop bij? Wie was dit? Ging toch ook? Probeer ook maar wat, jeetje zeg. Ja, nou vooruit, oké. Okay. Oh hé, ik kan hier meteen een dingetje doen. Piep, piep, merp. Het was een stuk relaxter met maar één imposter. Ook al is het een shapeshifter. Ik sta anders erboven. Oh. Dat was leuk. Weltrusten, Nia of wat je echte naam was. Ik ben het vergeten, sorry. Maar ik weet nog dat het niet Mia was. Nia. Ja, graag gedaan. Ik heb het gefixt. It was me. Oh nee, ik moet hier zijn. Lala. Zo. En dan had ik hier nog een dingetje. Oh, ik moest daar nog iets doen. Nou ja. Weet ze tenminste dat ik hier uithang? Ja, dan moet ik weer naar boven, jongens. Doei. Klonk. Wat is... Wie is er aan het hijgen in de microfoon? It's not me. Ik was het niet. Dat zeg jij altijd. Ik ben gewoon echt geen hijger. Jeroen, is dat waar? No. Oh! Oh, Maris! Oh, Maris! Ik klonk niet als Dionne. Oh! Oh my god! Oh my god! Wie was het? Oh no. Word ik straks vermoord door mezelf? Het zou wel wat zijn. Ah! Oeh. Wie doet er alweer? Alsof... Als mij. Waarom word ik geïmiteerd? Dus ik heb... Ik ben mezelf weer tegengekomen. Waar? In specimen room. Maar echt helemaal in het hoekje. Het is wel iemand die een langzaam tempo heeft. Het licht was uit en zij lag echt zo helemaal ergens achter. Want ik kreeg ineens mijn report knop. Dus ik had haar eerst niet gezien, maar zij lag dus in specimen room. Specimen. Oké, het is dus niet Fiep, want ik ben een poster tegengekomen. En die zat dus niet... Die kan niet zo snel naar specimen zijn gelopen. Maar die kan wel shapeshiften. Ja, daardoor weet ik dus dat het de imposter was, want ik kwam mezelf tegen. Ik was samen met jou. Ah. Ik verdenk Attica. Wat? Oh, alweer. Dan denk je mij. Ik ben vet in de auto op dit moment. Nee, ja, omdat ik weet niet. Ik zie u nergens. Ik kom u nergens tegen. Maar wacht, Dion, heb jij dat niet gezien, wat Keta nu zegt? Nee. Nee, dat heb ik niet gezien. Ik heb geen dubbele Kitta gezien. Maar ze is ook geen imposter. Dus Attica. Want ik heb er wel Attica samen gezien met... Nee, ik ben het niet. Ik denk dat Attica gewoon als Kitta ging. En dat ik haar daarom niet eens tegenkom. Waar was... Phoebe, jij was... Waar was jij? Specimen room. En waar was Attica? Ja, nergens, want ik kwam die nooit tegen. Ja, ik was overal. Dus dan is het Attica misschien. Ja, ik was overal. Alweer. Oh, de enige... Ik stond op cams. En ik heb... En ik heb dus letterlijk
twee mensen zien lopen. Ik zag twee kittas lopen. Hey, Rob, met Onedien. Zag jij mij geen scan doen? Ik zag... Mag ik even? Ja, tuurlijk. I'm in the middle of my life story here. Oké. Okay. Anyway. Duurt lang. Oké, ik heb twee kittas zien lopen. En daarna schakelde ik van camera's. En toen zag ik Greg lopen. Rond dezelfde locatie. Ja. En dan zeg jij nu dat we hebben gestemd. Ja, want niemand luistert. Ik zou het echt niet weten. Ik denk dat dit Attica. Ja, is goed, Febe. Ja, als het Attica niet is, dan is het dus Rick. Als het Attica niet is, dan... Oh god. Maar ik weet al van twee mensen dat ze niet de imposter zijn. Oh. Nee. Ja, daar staan we dan, hè? Daar staan we dan. Team meeting master. What up? Emergency meeting. What? Het is Rick, ja. Dan zoals Rob zegt. Omdat Rob het zegt? Ja. Omdat Rob het zegt. Nee, omdat Rob zegt van die... Dus dat is hoe je zei, hè? En kijk, als het Rick niet is, dan is het dus Rob. Wat? Als het Rick niet is, dan maar is het Rob. Ben ik te vaak dus ik vouch letterlijk jouw verhaal dat niemand anders kan backen. En dan heb ik het gedaan. Thanks, Kitta. Ja, nee, ik zeg toch, we stemmen eerst Rick eruit. En als het dan nog steeds niet goed is, dan is het Rob. Ja, maar ik kan het toch niet zeker weten? Ik denk Rick. Ik zeg alleen maar... Ja, dan zijn we er zeker van dat het Rick is. Gebaseerd op jouw verhaal, wat ik kan vouchen omdat ik het heb gezien op camera's, kan ik alleen maar zeggen dat het waarschijnlijk Rick is, omdat ik hem rond dezelfde locatie heb zien lopen. Hij is zich nu alvast aan het indekken voor de onderkant. Ja, maar kijk, ik weet zeker dat Fiep het niet is en ik weet zeker dat Dionne het niet is. Als jij het ja, zeker ik, weet, ik dan vertrouw dan Dionne ook, echt. Dan kan het niet, want, kan het niet dat kan het is gewoon Rick, kom op. Het is gewoon Rick. En anders Rob. Ah, jullie hebben het fout hoor. Nee. Nee. Nee, dat kan niet. Fout. Helaas, jongens. Ik wil het horen. Ja, je had gelijk. Weet je wat het was? Ik had de pech. Ik had een heel masterplan, maar dat ging helemaal mis. En toen shapeshift ik terug, zeg maar. En toen zag ik net dat de camera aanstond. Dus nee, als hij het maar niet heeft gezien. Oh. Ik zag toevallig... Ik zag je niet terugwisselen. Ik zag alleen, zeg maar, jou lopen rond diezelfde locatie. Alleen, ja. Ik wist niet of je van diezelfde plek kwam, dus ik wist het niet zeker. Nee, nou, het was... lekker. Ik kon niet bedenken hoe ik me hier uit moest... Ik heb een melkpakkie! Ja! Funky outfit! Oh, sorry, man. Nu lijkt het voor mij wel echt alsof ik een spanning aan heb. Even serieus, check van een afstandje. Van een afstandje. Sorry, ik moet even ik ben zeker een chickie in een string. In een string. Ik ben van een afstandje maar ik zou nog steeds niet zeggen dat het een string is. Maar is jawel! Ik ben bloot benen, ik heb zwarte sokjes aan en een string aan. Sorry, ik... Zo'n tangetje. Oh, omdat je karaktertje is rood string. Is, nu zie ik het. Ja. Het kan wel een tankini zijn. Het is een beetje hoog. Yes, een mankini. Of een slabbertje. Nee, ik ben het eens met een mankini. Ja, ik zou jullie heel graag mijn billetjes willen laten zien, maar ik kan niet omdraaien. Maar ik heb hele dingen heel ver, hoor. Hallo. Hij heeft aan de achterkant echt een micro. Oh, ik weet dat het laat is, ik weet dat het weekend is, maar dit gaat me echt te ver. Sorry, Dionne. Het spijt me. Ik zal nooit meer hebben over mijn stringetje. Kinderen zijn in bed, het gaat gelijk helemaal koud. Is iets wat ja, erg hè. Ja, dat doet hij de hele tijd, joh. En gewoon blijven proberen. Hey, wees blij dat het bij jullie in het Nederlands staat. Ik word heel ik krijg een honger van het ei op Jeroen zijn hoofd. Echt, oprecht. Ik heb zin in chips, ik heb zin in eten. De chips die heb ik net opgegeven. Moet je vertellen, Dionne? Dat meen je niet. Ja, en alle drank opgedronken. Gaat lekker daarboven, hè? Ja, dat is het leven. En dat is echt thuis. Hoe ga jij voor mij? En Dionne maar in die kelder streamen. Geld verdienen. Ja, geld verdienen. Breng die arme vrouw even wat chipjes of zo. Ja, maar echt. Ik heb een champagne in het duifveld. Ook nog! Ja, at this point... Maar wel gezellig, Jeroen. Klinkt gezellig. Geen leuk. Star. En Dionne helemaal uitgedroogd, uitgehongerd, alles. En straks inderdaad helemaal fucked up boven.
Oh, oh. Nog potje? Ja. Nog potje? Nou, laatste dan hoor. Nog ik potje? Ben echt helemaal kapot. Oh, laatste. Okay. Laatste. Ah, kom op. Oké, okay, laatste pot. Eerste laatste. Je hoeft geen de eerste laatste. De eerste laatste. En dan de laatste laatste. Misschien. En dan de allerlaatste. De eerste laatste laatste laatste. En dan de allerlaatste. En dan moet Dolly uitgelaten worden. Uitgelaten worden. Ja. En dan de allerlaatste. Oh man. Speedrun! Laboratory. Nee, ik ga eerst die ding doen. Dat ding. Dit ding. Dit ding? Dit ding, sure. En... Oh nee. Dat ding heb ik niet. Oké. Okay. Ah! Laat maar, we gaan geen taken doen. We gaan... protecten. Oh, ik heb een mini... Een mini dingetje erom. Oh. Oh, dat schild blijft gewoon staan. Oh. Dat schild blijft gewoon staan totdat de killer gekild heeft. En dan... Bij... Ik niet waar. Zo... Oké, okay, laat maar. Zo bij office. Zo bij office staat naast buiten. Dus zo eigenlijk... Tussen ik storage en office Rick buiten. Een shapeshift aflopen. Hij was Rob. Ja, ja, ik heb mezelf zien lopen. En hij is... Het was niet Rob. Zag ik ineens dat hij het was Rick. En het is Rick. Rick, yes, oh. Lekker, luister. Het was een snelle. Nee, nee, luister, wacht, stop, stop. Voordat jullie allemaal gaan stemmen, let op. Ik liep achter Rob. En Rob shapeshifte in Onnedy. Dus het is of Onnedy, of het is Rob. Nee, het is één van die twee. Ja, dus als stem eruit, prima. Maar, stem hierna alsjeblieft op Onnedy of op Rob. Alsjeblieft. Oké. Okay. Ik was in mezelf shapeshift. Ik heb letterlijk mezelf zien lopen. Ik zag Rick. Ja, dan is het Onnedy. Waar zag je dat gebeuren, Onnedy? Waar zag ik dat gebeuren? Dat was bij ergens onderin. Oké, okay, ja, dan heeft ze gelijk. In het midden onderin, daar. Ja, nee, ja, dan heeft ze gelijk. Rick? Echt. Allemaal Rick, stem, want we hebben allemaal gestemd. Maar het is niet waar, jongens. Maar dat maakt niet meer uit wat je zegt. Je belicht er toch uit. Kijk, ik ben zo unaniem ook, hè. Jullie hebben het zo hard fout. Je hebt jezelf zo unaniem. Het kan niet unaniem. Het moet wel. Huh? Is het dan Dionne? Oh my god. Wie moet ik nou gaan beschermen? Nah. Ik ga Dionne volgen. Ja. Oh, nu staan ze bij elkaar. Nee, dit is wel een beetje sus. Ja, probeer maar. Probeer maar te vermoorden. Nee. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Oh. Damn it. Is het nou Rob of Dionne? Rob zit op de camera's. Oké, waar is Dionne? Waar is mijn muis? Ik zie mijn muis niet met deze map.
Het was wel Dionne. Het was wel Dionne. Wow, yo, Dionne. Wat een lekkere. Oh. Ik kon door die schachten gaan. Oh, en ik zat ook al een tijdje naar jou te kijken door die schachten. Maar je stond een hele tijd stil te loeren op iemand. Dus ik had jou ook al in de gaten. Ja, dat sloeg nergens op. Want ik had een plan. Maar ik wilde gewoon een groepje vinden. En dan wilde ik obviously met mijn eigen skin iemand doden en dan zeggen dat iemand in mij geshapeshift was. Wow, dat kon was geen groepje te vinden. Dat was een goeie. Dat was wel een goeie geweest. Zo slim. Zo evil. Ja. Maar vond hij jou ineens terug, zeg maar dan? Mila die zat trouwens net ook boven. Hij liep af. En ik dacht dat ik het zag. Dus het enige wat ik kon doen was Rick verdacht maken. Vreemd, ja. Nou, dat was je goed gelukt. We gingen allemaal weer naar die Rick. Mila die zat trouwens net boven te vertellen dat toen zij shapeshifter was, toen wisten dat Rick engineer was. Toen was ze gewoon expres als Rick geshapeshift om door die fans heen te gaan. Dat niemand het door had. Dat is zo slim. Dat zei ik ook al, wat slim eigenlijk. Ik heb het helemaal nog niet door, maar ik ben alleen nog maar scientist geweest en dat was het. Oh ja, en God. Twee keer imposter. Ik was scientist en toen werd ik als eerste vermoord. Ik ben best vaak Guardian Angel geweest. Dat ben ik overigens niet geweest, die Guardian Angel. Is dat nou ook al een keer gelukt? Ja, ik had met die Guardian Angel, daar was ik net om Dionne heen aan het Ik heb het één keer gedaan. Ik heb één keertje Emily heel mooi gesaved, maar toen bleef ze zeg maar letterlijk, ze had het niet door en ze bleef heel lief bij de moordenaar lopen. Ja, ik zag het. Dus, spookje inderdaad. Dus en toen heeft Mila er alsnog gekild. Ja, dus dat hielp niet helemaal. Maar het werkt dus wel. Ik ben zo benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik heb dat helemaal niet gehad. Er gaat zeg maar een engeltje om dat karakter heen vliegen die je beschermt. Maar ja, ik zie dat engeltje is weg zodra je gekild wordt, zeg maar. Dus de imposter hoeft eigenlijk gewoon twee keer te klikken. Ja, oh. Ja, maar je hebt, hoor je dat toch? Cooldown. Ja, blijkbaar niet. Want ik heb al meerdere keren gefaald. Oh. Nou, ik ben wat is dit allerlaatste? Nee, nog een allerlaatste. Allerlaatste. Maar dan is het klaar hoor. Dit is de allerlaatste nu? Allerlaatste. Dit is de beste stream ooit. Nee! Oh, no. No. Waar sta ik? Oké. Okay. Waar is mijn muis? Daar is mijn muis. Wat heb ik hier allemaal? Ik heb dit. Oh. In de boiler room. Ja. In de boiler. Helemaal linksonder bij die water. Oh ja. Alleen maar een specimen. Ik dacht dat ik twee Robjes zag. Echt? Wat? Oh. Ik had het gevoel van déjà vu. Maar ik heb jou helemaal niet zien lopen. Ik heb niks gezien. Je hebt mij niet zien lopen. Ik heb je. Heb je dan even drie Robjes gezien? Waar? Wanneer? Bij admin. Ik stond de kaart swipen. Oh, daar liep je net langs. Dat is echt net. Ja. Ja, oké, okay, yes, ja. Yeah, maar daarvoor zag ik je ook al een keer daar langs lopen.
Dus ik weet niet of je bent teruggelopen. Hoe lang geleden is dat? Ja, echt 4-5 seconden na elkaar. Hoe? Ik ben even gemute. Nee, dat kan niet, want ik kwam uit de laboratorium. Maar nee, hoe heet dat? Helemaal rechtsonder, zeg maar. Ja. Oké, wat je meer. Ik heb niemand zien lopen. Ik heb niemand gezien, of alleen maar een specimen met Taipi aan de hand. Ik heb verder niemand gezien. Was je toevallig tussendoor ook verkleed als mij? En toen heb je wel mensen gezien? Nee. Oké, duidelijk. Of was jij verkleed als jezelf? Ik ben constant verkleed als mezelf. Ja. Ja, ja. Ja. Ik ga hem skippen, ik weet het niet. Ik weet ook... Nee, ja, ik weet helemaal niks. Ik ben wel bijna klaar met... Maar hebben we überhaupt... Wie heeft er waar gevonden? In Boilerdorp, toch? Attica heeft er gevonden. Maar die heeft er verder niks aan toe te voegen. Nee, die heeft er informatie gegeven. Die heeft zichzelf gemute in de laatste tijd. Ja, ik zag op Vitals dat een kleertje dood was. Ik ging zoeken en toen zag ik Boiler. Oh, oké. Okay. Oké, nou. Ja. Oké. We worden er niet veel wijzer van, hè? Nee, we weten niks. Nee. Sorry. Wie? Wat? Oh, wie durft er met zo'n... Drie op Kitta? Hè? Is Kitta nu dood? Nee. Nee, ik ben niet dood. Het is drie. Waarom Kitta? Blablabla. Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Oh Jeroen toch. Oh Jeroen. Ja, het spijt me Jeroen, het spijt me. Jeroen! No! Die kan je niet horen, die is dood. Ja. Waar lacht hij? Ik kwam hem tegen in het gangetje van naar Specimen Room. Oké. Daar ben ik precies niet geweest. Is er iemand... Is iemand zichzelf nog tegengekomen? Ja, dat wou ik zeggen. Is iemand zichzelf tegengekomen? Of is er iemand geweest op een plek waar hij niet geweest is moeten wezen? Hoor die Jeroen wel schreeuwen boven? Nope. Het was echt een keiharde kill. Wie is er allemaal, zeg maar, vlakbij de Boiler Room geweest? Vlakbij op Boiler Room O2, daar zo die deur, zeg maar, van buiten naar binnen. Wie is daar allemaal in de buurt geweest? Of daardoor die deur geweest? Ik ben bij jou geweest, jij stond op cams. Daar ben ik nu. En toen ben ik daarna naar boven langs, via Laboratory gegaan, naar beneden, naar Specimen Room. Ik zit bij O2. Verder nog iemand bij O2? Is er iemand bij O2 geweest? Nee. Geweest? Ja, ik was er wel. Ik ben met die flessen bezig. Wie was er wel? Ik, maar ik heb niks gezien of zo. Dionne. Oké. En verder, zeg maar, verder niemand? Nope. Nee. Waarom zegt Adin dan niks? Dus Phoebe is er niet geweest? Sta ik gemute? Nee. Ik ben er niet geweest. Nu niet meer. Ik sta niet gemute. Phoebe, nee, oké, laat maar. Phoebe, ik heb je letterlijk van de boiler room zien lopen en ik heb je zelfs de freaking waterkan zien vullen. Welke waterkan? Welk waterkan? Wat? Bedoel jij in de office? De office? Ah, ja, maar dat is toch niet de O2? Ja, maar daarvoor ben je toch eerst bij de boiler room geweest om water te halen? Ah, ja. Wel. Wat lekker dit, jongens. Het wordt laag. Goed dat dit het laatste potje is. Zo. Boiler room. Je wilde namelijk zeggen van, tenzij Phoebe echt de size imposter is, is zij het sowieso niet. Phoebe noemt het zelf de boiler room, volgens mij. En nu weet ze niet wat de boiler room is. Maar nee. Anyway. Nee. Ik was in de office die water kan aanvullen, ja. Dat is. Maar, Kitta, jij bent niet daar geweest. Nee. Nee, maar echt waar, serieus? Ik weet, dat is echt wat ik heb gedaan. Ja, we moeten toch een beetje met losse flores gaan schieten, anders komen we er niet. Oké, ja. Ik ga eruit nu, maar... Losse flores! Oh, Kitta, wel,
Kitta. What? Waarom? Deze vlodders waren niet los. Ze zijn dat was geen... Nee, inderdaad. Hè? Maar is het Kitta? Ja, ik ben het. Oh, ja, zeker. Ja, maar ik dacht dus echt dat het Rom was. Oh my god. Oh man. Wie heeft me eruit gestemd? Wie was het? Maar wel goed, Kitta. Weet je waarom ik op je heb gestemd? Omdat ik te weinig zei. Ja. Ja, je zei niks. En toen, ik zag dat je microfoon aan was. Het is gewoon te laat. Zet mijn microfoon uit. Het is te laat voor mij om te winnen. Waarom ik zeg de hele tijd nee, ik was daar niet. Dat is toch iets? Ik zag jou terugveranderen, Adinda, toen ik een spookje was. Zag ik jou terugveranderen in Adinda. Dus ik dacht, wow, Rob verandert zich in Adinda. Ik was zo overtuigd dat Rob mij had. Dus ik was helemaal gewoon daarna echt... Ik zat tegen de mensen, ja, ik ben op dreef hoor. Ik ben nu niet meer zo roestig. Ik ga nu goed. Dan ging ik zo op mijn dood. Daarna echt na een kwartier... Oh, jongens. Oh, het was Adinda. Oh. Ja. Ja. Snel lerend ben ik, jongens. Echt zo snel lerend. Oh. Wauw. Oh. Oké, maar ik ga snel weg, want anders dan is het alweer... Ja, maar in dit kinderbedtijd, was je meteen dood, hè? Kinderbedtijd, precies. Ik heb een roze koptelefoon. Alleen nog de kattenoortjes ontbreken. Jongens, wat super gezellig. Ik ga even mijn streampje afsluiten. Ik zie jullie hopelijk weer met een andere game weer. Ik vond het ook heel gezellig. Yes. Ja, en dan was hartstikke gezellig. Yes, zeker. Among Us is ook zeker voor haar. Voor de mensen die ik ben er voor Jeroen ook. Ja, al deze mensen. Je weer lekker mee. Volgens mij vond je het wel leuk. Je was er niet. Ja, maar echt. Jeroen, lekker gedaan. Ja, het voelde niet alsof je het voor de eerste keer speelde. Nee. Nou, ze voelde het voor mij wel de eerste paar potjes. Maar... Oh, ja. Ja, maar je leert snel. Hij zegt het eerste levende persoon dat Red Alert zegt, dus ik ben enorm blij met hem. Yes. Oh. Je hebt Jeroen nog leven. Oh. Jeroen is goed ver. Hij mag blijven, hij is bestaan. Zo lief. Daar wil ik graag meedoen. Oh. En Jeroen heeft de goede tactics, hè. Je moet gewoon lekker aan de zuup voordat je gaat beginnen. Dat helpt. Ja, precies. Gewoon een paar. Blijkbaar wel, ja. En heel veel vreten. Oh, ja. En dan moet je gewoon... Maar een raging alcoholic word ik hier over. Ja, gaan we elke dag streamen, weet je wel. Jij elke avond. Oh lord. Laten we dat maar niet doen, jongens. Nee, dat gaat niet goed. Zegt hij heel voorzichtig. Hey, thanks allemaal voor het meedoen. Dat was echt heel erg gezellig. Dat was leuk. Yes. Snel nog een keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Dat was leuk. Ja. Niet zo'n goede afsluiter voor mij. Maar alsnog, het was gezellig. Het was leuk. En ik heb één hele goede imposterronde gehad. En ja, Jesse moet nog editen voor morgen. En het is een naai video ook nog, oei. Dat je lekker op tijd eindigt. Sorry! Hij zegt dankjewel dat je zo lekker op tijd eindigt. Meh. Wat was het spannend. Ik vond het echt heel spannend. Ja. Hopelijk vonden jullie het leuk. Bedankt voor het kijken. En morgen komt er een nieuwe video online. Om 10:00 hopelijk. Maar het kan zijn dat het uitloopt. Het kan zijn dat Jessie alsnog even gaat slapen vanavond. En dat het dan wat later online komt, morgen. In ieder geval, het is het plan dat morgen de nieuwe video online komt. Dus, zodra die online is, ga hem zeker kijken. Wanneer ga je weer Overcooked spelen? Ik weet niet. Misschien volgende donderdag? We zullen zien. Welterusten allemaal. Vergeet niet te liken en te abonneren. En de notificaties aan te zetten. En dan zie ik jullie weer in de volgende video/stream. Doei!